P-R-O-T-P. U luistert naar de Protpot. Alles geven, hè? Welkom bij de Protpot. Ik ben Christophe en ik ben al van in het begin fan van het eiland. En ik ben Eline en ik heb nog samengewerkt met Christophe. En wij konden niet zwijgen over het eiland, dus voilà. En dus nu zijn wij in een podcast begonnen waarin dat we niet anders doen dan babbelen over het eiland. En vandaag is het geen gewone aflevering waarbij dat we gewoon door een aflevering van het eiland lopen. Maar vandaag gaan we een interview doen met een speciale gast. En bij ons is Rebecca de Munk. Ja. En zeg maar een keer meer, waarom hebben we u gevraagd? Volgens dat ik gehoord heb, hebben jullie mij gezocht omdat ik in de aflevering De Lente, van het eiland uiteraard, een klein rolletje gehad heb. En dat is Brunhilde van de Sales. Dus we hebben dus echt een interview met Brunhilde van de Sales. De enige echte. Brunhilde de Wit. Ja. Welkom in de podcast. Ik zou zeggen, babbel maar gewoon mee. En Sabiet komt ook nog het interview. Eerst nog een paar kleine trivia om op terug te komen van de vorige aflevering, omdat er wel reacties van luisteraars hebben gehad, waarvan dat sommigen wel de moeite waren. Ik had de vorige keer gevraagd om dat boek dat Michel kreeg van Guido en Marianne voor de zwangerschap. Waarvan dat ik zei, het boek bestaat niet. Ja, wel. Luisteraar Geert, toch maar weer. Dezelfde Geert die het dak heeft helpen lokaliseren, heeft ook het boek weten te vinden. We gaan daar een volgende aflevering meer op ingaan, want ik heb ondertussen gezien dat hij ziet er niet meer uit, want hij wordt nog altijd gelezen blijkbaar en gemaakt. Maar de kaft heeft af en toe al een keer een nieuwe design gekregen. Maar hij ligt in de bibliotheek van Gent. En Eline gaat die een keer gaan halen. En stel dat die anekdote er effectief in staat van de moederkoek, dan gaan we die integraal voorlezen. Ja, in een van voor de naar achter. Dus daar kunnen jullie dan naar uitkijken. En dan nog een klein weetje die ik doorgestuurd heb. Ik kreeg bij deze een shout-out naar luisteraar Jeffrey van der Kerken. Die wist te zeggen dat Sinalco niet alleen nog steeds bestaat als Sinalco.com, of Sinalco.com, maar dat Sinalco ook volledig met alle werknemers op LinkedIn staat. En dus ja, er heeft hem daar echt iemand mee bezig gehouden. Ja, ik vraag mij dat af, maar LinkedIn, hoe lang bestaat dat al? Maar toch, als wij begonnen samen te werken, dan bestond dat. Dan bestond dat al, want dan stond ik daarop. Ik denk dat ik in Toger dat moest aanmaken en dat toen net nieuw was. Dus pak 2009 of zo. Ja, dat is toch wel achter het eiland echt wel, hè. Sowieso. Ja, toen bestond het. Maar hoe lang? Ik in 2008 ook. Ik moest dat aanmaken van mijn baas. Die ken ik, ja. En LinkedIn. Maar ik vind dus echt, ik persoonlijk vind LinkedIn nog iets om zenuwachtiger rond te worden dan Facebook of zo, omdat dat nog faker is. Ja, tuurlijk, ga daar niet opzetten wat voor een luie taart hadden ze gezegd. Hoe fake zijn het niet daarop? Dat is toch ook allemaal. Allee, dat lijkt zo de meest zakelijke van de hoop, maar ik vind dat, ook vreesmoeltrekkerij daar. Zo. Ja, ik snap het ook niet helemaal. Maar goed. Ja. Ik heb er ook geen last van. Ik heb ook wel een keer gekeken. Er staan daar wel grappige dingen op. Zo van, dus ik ga ervan uit dat dat niet van. Allee, dat ook echt door fans gedaan is. En dat niet dat woestijnvis daarmee bezig kwam. Nee, je ziet aan die foto's. Sommigen hebben zelfs geen foto. Oh ja, je hebt al verder gekeken. Ja, ik heb echt al gekeken. Ik heb ook al connect. Maar het is nog niet geaccepteerd. Oké, dan gaan we nu. Iets voor zakenmensen, zeggen ze. Ja, maar iedereen moet daar zo op zetten. Zijn jij een zakenmens, Christophe? Goh ja, zakenmens. Ik pijs ook dat je dat in orde houdt. Op het moment dat je veel aan het solliciteren zit. En ja, aan mijn profiel kun je afleiden dat ik op dit moment niet aan het solliciteren ben. Elders, dat ik niet echt aan het rondkijken ben, want bij dat ik het alweer meer dat ik dat ooit een keer geüpdate heb. Zelf niet eens daarom, maar gewoon omdat ik per ongeluk twee profielen had aangemaakt en dat ik dacht van, hey, dat moet je nog een keer in orde zijn. Ja, ik weet niet. En Rebecca, als wij u een LinkedIn opzoeken, staat uw figurantenrol daar dan op? Nee. Anders hadden we wel heel gemakkelijk gevonden.
Nee, op dat vlak ben ik nogal bescheiden, zal ik maar zeggen. Had niet veel van mij te weten komen. Enkel professioneel sta ik op LinkedIn. En dan op Facebook kunt je mij wel vinden, maar niet zo van ik zit hier in dat restaurantje of ben daar op reis geweest of zo, of allerlei foto's. Daar zijn we niet echt mee bezig. Dus eigenlijk, je ziet uw rol als Brunilde niet als iets professioneels? Het figureren was eigenlijk eerder een hobby. Maar ja, kijk, als je daar echt ver in gaat, je kunt daar ver in gaan. Hè, ja, maar dat is toch een superleuke hobby. Ja, dat wel. Ik heb dat al 17, 18 jaar toch gedaan. Allee. Dat is ook een ladder. Hè. Je begint ergens in een groep of zo rondlopen. Dan kun je overal gaan inschrijven. Dan heb je ook een verschil tussen figureren en edel figureren. Ik weet niet of dat het verschil daartussen Ik denk als je Brunhilde genoemd hebt, dan zei je sowieso een edeldame en dan zei je wel een edelfigurant. Edelfiguur, je ziet dat veel. Als je daarop let, als je daar begint op te letten, figureren is gewoon figureren zonder te spreken, in principe. Hè? En edelfigureren, dat is echt al met tekst. Er is er een zeer groot verschil in, ook qua vergoeding. Maar je ziet bijvoorbeeld dikwijls in series dat je soms zegt van, allee, die geeft daar een koffietje af en ze zeggen niet alstublieft of zo. Maar dat mag dus absoluut niet. Ah, nee, want dan moet je betalen. Ja, voilà. Hij is dan in België ook. Ik heb een keer van Erik van Looy gehoord dat extreem... dat hij ooit een keer aan een figurant had gevraagd, maar dat was toen dat hij Loft in Amerika aan het filmen was. Ja. Dat hij aan een figurant zei van, kunde hij een keer... Kunnen jij een keer je hand opsteken? En het feit dat hij dat vroeg, leidde toen tot een paar uren papierwerken om die figurant een ander contract te geven. Ja, maar dat is... En dat is ook zo, in Vlaanderen is het eigenlijk niet veel... Ja, dat is zo. Voor edelfigurant, dikwijls krijg je dan op voorhand een call sheet, dus met je tekst erop, die je moet leren, al is maar 2-3 lijntjes. Dat is nodig toch, denk ik. Dat is de stof, je moet al een beetje weten waar je aan toe bent. En dan is het echt wel edelfigurant. Totaal andere boekhouding. Heb dan nog uw call sheet? Nee, misschien wel ergens. Maar als je zo 17, 18 jaar... dat is nu niet alle weken natuurlijk, hè, want in het begin... ik ben daarmee begonnen in een tijd... na mijn scheiding, mijn moeder die zei... mijn vader heeft in een tijd veel toneel gespeeld en... het zit er al in van kinds af aan, hoor, dat mij echt wel boeide. En het was ooit begonnen, zoveel jaar geleden, dat was voor Flieken. Hè. Voor Flieken stond er een klein artikel in de krant van we hebben 300 mensen nodig, 300. Hè. Zeg mijn mama, willen we daar een keer aan meedoen? Voor sociaal contact en zo, een keer buiten komen. 300 mensen, hè. Een aflevering, dat was met Pierke Pierlala. Dat is lang geleden, hoor. Amai, En zo zijn we daar dan, ben ik daar dan ingerold, hè. Met Paul Ricoeur in de tijd was dat, kon daar een keer een klap doen. Van het melkhuisje. Ja. Mijn vader had daar nog toneel mee gespeeld en kent hij dat wat beter. Van ja, Paul, kan ik een keer geen beter rolletje krijgen? Nee. En denk een half jaar later of zo word ik opgebeld. Ze hadden een pianiste nodig, of een pianist. En ze hadden in feite een leraar gevonden voor dat rolletje, maar ze wilden een vrouw. Een vrouw. Dus ik mocht gaan, maar ik kan dus geen noot spelen. Geen noot. Dus, oei. Zitten faken, hè. Zo lastig. Zo je vingers zweven. Maar spelen en niet spelen, hè. Maar het was toch maar mijn rug die in beeld kwam. Maar zo is een bal eigenlijk aan het rollen gegaan, hè. Dus dan moest je... Nu is dat wel ene overkoepelende casting. In de picture is dat, geloof ik. Dat is echt één bureau. Eén bureau, maar vroeger moest je overal... Wat pijn dat ik die niet gebaald heb of zo. Nee, daar kan je mij ook ik was daar niet mee bezig. Maar ik was er echt effectief mee bezig. Maar bij de VRT, ik was daar redelijk gekend, want die belden op. Ik heb wel 10 figuranten nodig voor dit. Ik heb wel zoveel daarvoor zorgen. Ik heb een keer een bus ingelegd. Hè. Een bus, een volle bus, figuranten. Hè. Hupla, zei ze, kunnen een keer voor 50 man zorgen. Ja, geen probleem. Hupla. Zelf een bus ingelegd. Allee, ja, een bus hier in Assenede. En dat was voor thuis, voor een tango-wedstrijd. Hè. Intersmissen. Nee, het was Swa. Ik weet niet of dat thuis volgt. Dus jaren geleden ook weer. Swa en Daisy moesten de wedstrijd meedoen, maar Swa had dan op afgekocht. En de Frank was dan ingevallen. Ik heb daar Hans die zaal gewoon gevuld. Ah ja, amai. Heb daar heel Assenede gezet.
Dat was hier, hier in Oosteeklo, hè. Doen ze de vlag mee, hè, als ze ergens naartoe gaan. Dus dat was echt met de Oosteekloese vlag. Hè. Allee, dat ik dat niet gemerkt heb, want eigenlijk ben ik ook van Assenede. Is dat? Ja. Ja, dat was een grote verrassing als wij u dan gevonden hadden, dat dat dan uitkwam dat hij van Assenede Ik stel u daar ik weet niet wat bij voor, bij Brunhilde. Ja, dan, ik denk toch altijd dat die mensen allemaal in Zaventem wonen. Nee. En dan... Of all places kwamen we dan bij Oosteeklo uit. Ja. We hebben zelfs misschien al samen in een frituur of zo gestaan. En we weten het zelfs niet. Het is in Oosteeklo, hè, dat gewoon. Ja, maar ja, ja, nee, het is Assenede. Misschien voor de luisteraars, want niet iedereen weet dat Oosteeklo is een deelgemeente van Assenede. Ja, inderdaad. Niet van Eeklo. Je zou dat denken. Eeklo. Nee, ik kan niet zien, Eeklo. Nu komen ze ook van heinde en ver naar Assenede. Je weet toch hoe dat komt, hè? Dat ze daar komen wandelen? Ah ja, met die route, lockdown-route. Blackout-route. Blackout, ja. Heel bekend, hè? Ja, en Blackout komt ook eens zijn in Melle. Die Lidl is in Melle. Is het in Melle? Ja, ik vraag me dat dan ook af. Ja, ik woon trouwens in Melle. Ik zal er wel eens kunnen zeggen. Ja, ik woon in Gent, hoor, maar mijn ouders staan in Assenede. Mijn man is eigenlijk afkomstig uit Assen. Ik ben van Locristi, uit Locristi afkomstig, maar ik woon al geruim. Mijn vader is afkomstig uit Oosteeklo. Ik ben hier uiteindelijk terechtgekomen ook. Maar, hoe gaat dat allemaal in de wereld? Nee. Maar dus, om te zijn, edel figureren, een wereld van verschillen. Ja, en figureren zit ook het woord eren, hè. Ja, voilà. Ja, maar dat was trouwens dat juist een Integloria-quote. Dus, een wereld van voilà. Verschil. Ja, het is hier aan de lopende band. Ik hoop dat het doorgaat. Dat zeg ik veel. Ja, nu dat we over figureren ook even gaan, moet ik ook een keer terugkomen op iets dat ik de vorige keer heb gezegd. Ik heb één keer een figurantenrol gehad in Code 37. En ik heb met frisse tegenzin alle afleveringen bekeken, maar nu blijkt dat ik in de film Code 37 kom. En je wist dat niet. En die is niet meer te vinden. Die film is gehermonteerd tot 2 afleveringen. Dan pijs dat ik er niet meer in zit. Of ik moet nog een keer kijken. Maar, Dat is dikwijls frustrerend. Hè? Dat, want figureren, dat is de meeste mensen zien er echt het mooie van in. En het is ook plezant. Maar het is zo uren wachten. Ja, het is soms en ook wel gênant, denk ik. Oh, dat moet dan lukken dat je in beeld bent. Als je echt dat doet om in beeld te zijn, doe het niet. Bij mij is het eigenlijk meer het reilen en zeilen achter de schermen. Dat vind ik fantastisch. Hè. Hoe doen ze dat? Hoe doen ze dat toch allemaal? Monteren en in elkaar steken. Ja, en, dat is wel leuk, ja. Ja, ik vind dat fantastisch. Ja, hè. Maar hij is echt op een van de meest legendarische sets geweest van... Van de voor ons is dat het meest legendarisch. Het meest legendarische set in het eiland geweest. Hè? Ja, daar moeten we het nog over hebben. Dat hebben we al verklapt, dat het blijkbaar nog meerdere keren in beeld komt. Ja. En ik ga dat wel allemaal moeten... Dat moet voor mij wel allemaal kloppen, hè, dat iemand van de sales daar dan loopt. Dus we gaan dat wel allemaal nog analyseren. Maar we kunnen misschien nog even eerst onze vaste rubriek aansnijden. Het eilandisme. Ja. Wil jij beginnen, Nelien? Ik was onlangs ergens aan het wandelen en ik stap in iets zacht en ik dacht, oh nee, ik heb het zitten. Is het een hondenstront? Maar nee, ik kijk op en het was een broodje. Dus ik stond in het broodje. Ja, die is wel goed. Ik dacht, hoe kan dat nu? En hij dat dan ook zo wat zo gelijk dat hij best in de voet zo. Ik had alleen zo geen lelijke mannenschoenen aan, ik had zo andere schoenen aan. Maar ik stond in een broodje. Inderdaad. Ja, je hebt mij ook nog één, die moet ook wel zeggen, je hebt ook nog één mij doorgestuurd, mijn afbeelding van de menukaart. Ah ja, dus ik weet niet of iedereen weet dat Christophe nog een podcast heeft, een Zero Waste podcast. En ik heb hem daarnet een foto gestuurd van mijn zoontje zijn menukaart op school. En dat was zero kip in jagerssaus. Ja. Dus ik dacht, kijk, voilà, dat is Christophe in één zin. Ja, alle twee de podcasts kwamen samen, dus jagerssaus. En ook, Christophe is vegetariër, dus zero kip, dat het wel vegetarische soort kip is. Ja, bij u laat ik dan toch mee. Ja, het was eigenlijk vooral die jagershuis die mij was opgevallen. Ja, ja. Dus bij u laat ik toch meer op de eiland dingen. Het is wel een chique menu, precies, hè? Ja, ja. Nu dat de restaurants gesloten zijn, kijk ik soms zo een keer naar die menukaart om weg te dromen. En dan denk ik, verdorie, die heeft toch wel veel geluk.
Ja, maar die veggie-dingen blijven bij kinderen toch veel liggen, hoor ik. Ja, ik ga je de mijne vertalen. Ja, ik moet weer kiezen. Ik heb ze niet opgeschreven, omdat er toch genoeg waren. Maar een van de leuke is wel dat je zo toch een keer... Dat gebeurde in coronatijden bijna niet meer, maar ik moest toch een keer een ruimte binnen waar ik nog nooit geweest was. En ik ben toch wel over een trapje geslierd, zeker. Zo venijnig trapje, zo, dat ik zo niet viel, maar zo... Oh. Dat ik gelijk al aan was, die kwam solliciteren met zijn alcohol. Daar denk ik nu niet veel aan. Omdat ik versukkel me soms ook wel een keer. En dat is nu niet... Dat link ik nu niet aan het eiland, maar kijk, vanaf heden dus wel. En dan ook vrij toevallig, twee uur geleden, of drie uur, of zoiets. Ik zit op Hoppler, ken je dat? Nee, totaal niet. Oosteeklo gaat dat zeker hebben, Hoppler. Nee? Ja, dat is een buurt-app. Dat is eigenlijk een beetje gelijk zo'n Facebook-groep. Dat lijkt er eigenlijk op van de buurt. Maar Hoppler is nog enger. Is echt uw wijk. En oh. Hoppler controleert dat ook. Je kunt er eigenlijk niet zo vriend mee zijn. Dat is echt uw wijk. En ik kreeg aan Hoppler een berichtje. En het was van Carla. Ja, mijn ma heeft zo'n collega, Carla, en die babbelt echt soms wel een keer over. En ja. Kan ze zei, er zin nog niet beginnen over Carla? Of, maar hij moet zeggen... Of kom er al tussen. Ja. Carla, kaka. Dat is altijd Jailin. Ja, ik kom niet veel Carla's tegen. Dus dan, ja, en dan, dat is eigenlijk wel een goeie. Een maat van mij liet mij weten nou ja, dat hij nu een lief heeft. Hè. Ze noemt Isabel. Oei. Ik zei, ja, die gaat wel als nog... Als dat goed, maar goed afloopt. Ja, ik vrees dat haar nek zou wel nog altijd belt. Van op kantoor. Van het kopiekot. Ja, en verder heb ik trouwens ook nog een keer... Ja, Safety First, heb ik toch nog een paar afleveringen gekeken. En die mensen steken niet weg dat ze... zelf fan zijn van het eiland en ook van In de Gloria. Want soms denk ik, het is In de Gloria. Dat ook, maar zo. Allee, dat kan toch niet toevallig zijn dat zo iemand zegt, meneer, en hij zegt, meneer is hier niet, het is Dirk. Ja. Als je dat erin steekt in je script, dan doe je dat toch expres. Ja, maar dat is nu zo, lijkt wel gestandardiseerd, toch? Geworden. Omdat dat is iets dat ik ook altijd zeg, het is niet mevrouw, hè, het is Rebecca. Ja, ik ja maar zegt, niet mevrouw meer aan... is hier niet. Ja, mevrouw is hier niet, ik zeg dat ook. Ja? Ja. Ik snap je wel, Christophe. Ik denk dat dat niet typisch is. En dat kan, zou dat toevallig zijn dat... wacht ze, nee, hoe noemt dat nu weer? De nummer van Bryan Adams komt daar ook in. Run to you. Run to you. Ah ja. Maar het is wel... Ja, maar ik moest wel... Ja, maar ja, het is toch... Ja. Oké. Ja, oké, dat waren mijn... Rebecca, uw eilandisme? Ja, het is eigenlijk niet zo plezant. Maar ja, god ja, moet dat er maar een korreltje zout nemen. Hè. Maar, ik had altijd enorm veel medelijden met de protput. Hij deed zo zijn best om aanvaard te worden op zijn eilandje daar. En, en ze deden zoveel om hem daar buiten te krijgen. Dus ik had dat ook, eigenlijk ook ooit een keer meegemaakt. Mijn eerste jobken eigenlijk na mijn scheiding. Dus je moet eigenlijk nemen wat je kunt krijgen. Nee? En het was in een milieu waar dat... Ja, ik ga daar niet te veel over vertellen, maar waar dat eigenlijk liever niet in terecht kwam. Maar ik werd daar dus echt letterlijk weggepest. Oh. En totaal niet aanvaard. En ik werd er gewoon ziek van. En uiteindelijk hebben ze mij daar gewoon laten gaan, terwijl er totaal niks misdaan had. Hè. Maar ze hadden het echt zo ver gekregen van, kijk, die willen we hier niet in ons team. Dus dat was echt wel... En was dat na het eiland? Wacht hoor, dat is dus... Of was het in 1991? Het moet ongeveer dezelfde periode geweest zijn, want het moet ongeveer dezelfde periode geweest zijn. Nee, het was ervoor. Ah ja, want dat, en dus toen konden ze niet denken van... Goh, nee, ik kon dat niet precies echt de linken. Ik denk, want ja... Nee, het was ervoor. Ja, het eiland bestond nog niet. Dus het was nog niet opgenomen. Dus toen dat uitkwam, kon ik mij daar wel dus een dus ik had zo nog geen perspectief van, maar alleen hebben ze uiteindelijk ook aanvaard. Nee, maar wat ik dan zag, dat ik eigenlijk... dat kwam allemaal weer naar boven. Oh. Allee, ja, niet echt hoor. Dat was al
verward, maar toch, het is niet plezant. Als je zegt van kijk, ik zit hier in een job waar ik toch snel weer een beetje financieel aan, op mijn plek kan komen. En, maar mensen kunnen echt wel hard zijn. En als ik dat dan zag in het eiland, dan kon ik mij daar een beetje neidig in maken. Dat ik zei van, oh, Frankie, alsjeblieft. Ja. Maar kijk, in onze groep ben je welkom. Ja, tuurlijk. Dat is nu niet. Ik had er geen spel van. Maar ik bedoel, het is niet netjes. Het is niet netjes. Je doet dat niet. Maar uiteindelijk is het toch allemaal goed gekomen. Hè? Maar wat je nu zit, dat worden we wel aanvaard. Ja. Maar ik bedoel, voor de protput is het ook goed gekomen, uiteindelijk. Ja. Als land wel. Ja. Maar ja, Jan Elen, hij durft zowel van die onderwerpen aankaarten. Ik weet niet of je dat weet, maar zijn vader is hoogleraar psychologie. Hè? Dus Jan Elen durft zowel een keer van die onderwerpen aansnijden die toch wel een keer een diep kunnen treffen. Hè? Dus goed eigenlijk. Want het is een plezante mens. Ja, hij doet dat in het eiland uiteindelijk van al zijn gekendste reeksen tenminste. Ja, als je kijkt naar In de Gloria, je zou dat natuurlijk wel kennen, hè, maar daar zijn enorme grappige sketchjes in, maar ook wel, er zijn dingen bij die de mens wel treffen. Hè. Dus ik weet niet of dat je dat herinnert. Ja. Allee, ja, Frank Fokketijn, hè, die daar die chauffages altijd moet gaan klaar. Oh nee, met die toosjes. Die dan zijn pensioen wil vieren. Hè, en hij komt daar af met al die platten en zo. Hij gaat op alle verdiepen gaan dagsen en niemand die eigenlijk hier zegt van... Ja, allee, dat kon ik ook. Ik kon er bijna niet naar kijken. Dat is zo triest. Allee, er zijn dingen bij die echt wel naar het hart grijpen. Allee, naar de keel grijpen. Hè. Ja. Of van de Jezi. De Jezi heeft daar jarenlang dat Jezuskruis gedragen. En dan in één keer... Maar dat was actueel ook, hè. Dus als ze in één keer in de krant zetten dat Jezus er totaal anders uitgezien had, hè. En in één keer moest een ander dat spelen. En die komt dan af. Ja, kom hier op dat kruis. En hopla, boek, weg. Totaal geen interesse. En hij zo van... Oh, jong. Ja, dat was wel... Toen ik die sketch voor het eerst zag, was dat wel zo... Je kreeg zo dat... Ja, al onbekend Jezuskop, dat ze overal in de krant had gestaan. Ja? En dan zie je dat zo vervloeien. En dan zie je zo in één keer Tom van Dijk zijn kop. Ja, wel, voilà. Dat alleen al was al... Oh. Die sketch was nog maar begonnen. Als ze dat monteerd hebben, moet die toch plat liggen van het lachen. Hey, dat Tom van Dijk daarover allemaal binnenvalt. Beurik, dat zou erop kloppen. Ja, maar ik kende Luc Allo toen... Eigenlijk, ik keek dan niet naar Luc Allo. Ik had hem maar achteraf gezien dat er niet zoveel is gewoon. Amai, nu kom ik dom over. Maar ik dacht altijd dat dat gewoon Martijn Heylen was. Goh, het was zo'n combinatie van. Altijd van alleen Martijn Heylen is toch zo agressief niet? Ja, maar dat was... inderdaad, dat is gewoon Luc Allo. Maar Luc Allo heeft in zo'n psychiatrisch centrum, dat ik echt... Ik heb daar ik zit naar kijken, dat ik echt dacht, is dat nu... Is dat nu echt? Ja. mooie kamer. Ja. Het was een beetje een combinatie van, hè. Ja, van Joris Hessels vraag ik me dat ook af. Ze met zijn serie Gent Brugge. Ja. Als ze soms echt kwaad maken, dat ik zeg, laat die mensen nu toch maar rust. Ja, dat is een vraag. Ja. Maar grappig, dat was wel een groot ding toen dat het eiland toen dat begon op tv komen. Ik was al tijdens seizoen 2 grote fan geworden van In de Gloria. Dus het eiland was gewoon het vervolg. Hè. Ja. En dat was... Dus ik was toen ook als In de Gloria fan van oké, wat gaat er nu komen dat de moeite is om In de Gloria niet meer te maken? Want dat was... Ja, blijkbaar heeft hij nog een beter idee. Ja. Dat was en dan, al het van dan, het, hè? Ja, het heeft toch gedurende de eerste aflevering geduurd om mij te overtuigen dat dat de moeite was. En een van de grote verschillen dat ik wel merkte, is dat veel meer mensen rond mij dat ook goed vonden. Mm-hmm. Mensen die al zo... Ja, ik was toen eigenlijk nog maar eens juist samen met mijn vriendin, nu mijn vrouw. Ik was daar nieuw binnengekomen in de familie. En ik stond wel voor een paar rare dingen. Ik was namelijk een vegetariër. Dat was al heel raar. Ik luisterde de hele tijd naar punkrock en ik keek naar In de Gloria. Zo. Oei, oei, oei. Dat waren zo wel de rare dingen. Allee, voor de rest was het wel oké, maar dat waren zo de dingen die mij raar maakten. En dan dat ik dat grappig kon vinden. Maar dan, ondertussen is dat veel meer. Maar toen, in die tijd, was dat veel minder
mensen die dat echt grappig vonden. Ja, en dan kwam het eiland en in één keer, dat vond iedereen wel grappig. Met diezelfde acteurs een beetje, ja. Ja, ja, ik snap wel wat je zegt. Dat ik had dat met de Van Eges, maar ik was wel nog jong als de Van Eges een man bij het hond kwamen. Ja. Dan vond ik dat wel grappig. En mijn ouders zaten zo te kijken van, oh, stel u niet zo aan. die kon dat totaal niet inkopen, dat ik dat grappig vond. Ja. Misschien ook omdat in de Gloria die ernst nog een beetje te vinden is, dat mensen niet altijd goed, ja, er niet altijd mee kunnen lachen of zo, ik weet het niet. Omdat, ja, het is een interest program. En het eiland is, ja, dat zijn zo'n series die, ja, er zit vaak een zekere herhaling in, het is gemakkelijk te volgen, het is komisch, hè? Dus zij direct mee ook met wat er gaat gebeuren, dus het is, ja, ik weet het niet. Ja, hij had wel redelijk veel standaard gegevens voor een gewone fictieserie te zijn. Ja. Allee, het was duidelijk een fictieserie, waarbij dat een aantal personages volgt. Ja. Het was wel geen fictieserie met één echt heel centraal personage. Maar voor de rest was dat, ja, zelf The Office. Ja, maar ja, dat is eigenlijk op dezelfde moment uitgekomen, hè? The Office en het eiland. Dus veel mensen gaan een beetje die vergelijking leggen, hè? De Britse humor, de Vlaamse humor. Maar je ziet wel, want ik heb het nog opgezocht, alleen voordat ik dan hier meedeed aan het programma. Dus dat Jan Nelen nog iets zei van ja, heb daar die aflevering, denk de laatste zeker, of van deel 1 van het eerste seizoen, dat dus met die vogelpieken, met Sammy Tangen, dat dartsbord, en dat er in The Office dan ook een dartsbord hing, zogezegd. Dat was echt allemaal toevallig. Ja, puur toeval. Ik dacht dat ik altijd opgehad. Ja, heeft hij dat nu geïmiteerd of zo? Maar nee, het is eigenlijk op hetzelfde moment uitgekomen. Dus het kan geen sprake zijn van dingen overnemen of zo. Maar je kunt een beetje vergelijken. Sommige mensen vergelijken het eiland dan met de collega's van vroeger. Hè? Dus, dat vind ik niet. Ja, maar nee, het is gewoon echt wel zijn ding eigenlijk. Hè? Maar je bent wel gefascineerd door Britse humor, hè? Inderdaad. Zie je daar dan een duidelijke link in met Jan Eeren? Maar in ons gezin, dus met mijn familie, we hebben heel veel Britse vrienden, echt Britse en Ierse vrienden, dus ik ben daar al van mijn 6 jaar mee in contact. Dus automatisch ga je dat ook gaan opzoeken, hè, die wereld. Ik kijk nog bijna alle dagen naar het BBC. Volg ik ook veel dingen. En om eigenlijk een vergelijk te leggen, ik weet niet. Echt vergelijken niet, maar als je ooit Monty Python gezien hebt, dan kun je toch wel een beetje vergelijken, niet, maar de kolder, de humor. Voor mijn part kan dat er toch wel een beetje mee evenaard worden. Fawlty Towers, zo die dingen eigenlijk, maar een randje af. Maar op dat punt kan ik daar echt wel... ik zeg altijd in de Gloria, dat is Monty Python. Hè. Dan zeg ik van, die mannen moeten een suf gedronken hebben of het een of ander. Voor zo sketches te schrijven, dat is niet normaal eigenlijk. Hè. Nou, ik heb een vrij rare link tussen Monty Python en het eiland. En dat is een vriendin van mij, die soms die zegt van, het eiland, ik zie dat niet graag. Want dat is zo lelijk. En ze zegt juist hetzelfde over Monty Python. Ja, het komen geen het is geen schoonheid om ja, ik ben zelf aan het pijzen wat er zo... het is moeilijk te omschrijven. Wat ik de vergelijking vind... ik maak zelf de vergelijking. Maar dat is eigenlijk iets wat ik straks over wil hebben, maar ik ga het nu al dat vergelijken. Maar, dat ik zelf, als ik rond de 18, 20 jaar was, een van de weinige dingen van rond mijn geboorte, of van 20 jaar uit, dat ik naar keek... Dat was effectief Monty Python. Ja. En dat dan ook samen met inderdaad Fawlty Towers. Ja, en, ja. En alles van Jim Henson, dat ook. Ah, en voilà. Voor de rest was ik niet geïnteresseerd in dingen van ouder dan 5 jaar of zo. En dat ik dat ook fascinerend vind, dat nu blijkbaar onze luisteraars ook vrij jong zijn en dat helemaal niet hebben weten uitkomen. Ja, ik weet niet of je dat weet, Rebecca. Onze luisteraars zijn vooral... jonge gasten tussen de 18 en de 25. Ja. Ja. Kijk, dat is speciaal, hè?
Ja, maar ik wil daar straks over ingaan. Ik wil eerst keer beginnen bij het begin, bij het figuur van Brunhilde, want we zijn hier al een half uur bezig en we hebben nog niet zo over Brunhilde gezegd. Ja, kun jij een keer vertellen, Rebecca? We hebben eigenlijk al een klein beetje de sfeerschepping gekregen van hoe zeg jij in contact gekomen met het eiland. Oh, het eiland, ja, ik zei het is 18 jaar geleden. In die tijd moest je dus echt wel u inschrijven hè, in die castingbureaus en hopen dat je een telefoontje krijgt. Hè, van kijk, mag ik daar of daar aan meedoen? Was dat op een website of moest je daar zo brieven naar sturen? Ik denk dat je moest mailen naar castingbureaus. Wat toch al mailen? Formulier invullen, hè, mail en uw profiel. Wat je doet van job, dit, dat, hoe oud, haar, mag uw haar geknipt worden, bla bla bla. Al die oh, dingen. Ja. Oei, liever niet. Maar niet zo ver mogen ze gaan, moet gekleurd worden, allee, allerlei vragen. Maar ik weet niet welk castingbureau dat was. Ik denk ja, van één waarschijnlijk. Ik zeg het is een tijdje geleden. En dan krijg je telefoon van ja, kijk. Je mocht effectief meedoen. En ja, blij natuurlijk. Hè. En dan komt die call sheet. en ja, wordt er een datum afgesproken en moet je naar daar gaan. Hè. En daar was dan Woesteenvis in Zaventem. Ja, Woesteenvis. Ja. Ja, ja, ja. Hij is echt op die site al geweest. Het was het gebouw ernaast, hè? Verschillende gebouwen, hoor. Ik denk niet dat... Ik ben in het gebouw zelf ook geweest een paar keer, maar het gebouw waar dat de lift was, dat was ergens anders. Ja. Ik weet dat er één gebouw was, niet ver van het Sonienwoud, dat weet ik nog. Maar waar dat precies... Wat zijn echt veel gebouwen. Dat kantoor was... Ik denk niet dat gebouw vlak naast Sinalco, zo gezegd, was. Het was, ik ben in, denk ik, 3 gebouwen geweest. dus ermee dat er in die... Er worden op het einde nog bedrijven bedankt. Ah, dat ja, daar ook allemaal geweest zijn. Geen leegstaan. IDW was dat dak. De meeste kantoorscènes zijn wel opgenomen in dat één gebouw naast Woestijnvis. Maar waar dat Brunhilde staat en zo, dat is totaal ergens anders. Hè. Dat is zo'n gang. Ja, dat is echt een bedrijf dat bestaat. Ja. ABB, kan dat? Er is een scène geweest waar Dina Tersago in meedeed als receptioniste. Ja. Ik denk dat de grote baas kwam af. Ja, Hasselbanks. Ja, ik denk dat gebouw was, dat op één dag gedaan is. Maar ik zei het spijt me, ik weet niet alle details meer. Maar volgens mij was dat totaal ergens anders. Nee, het was niet die dag met Dina Tersago. Dat was ook nog iets anders. Ja, hoeveel dagen in totaal heb je moeten meedraaien? Een keer of 4, denk ik, hoor. Amai. 4 of 5 keer. In de week was dat? Nee. Daar zat een lange tijd tussen, hoor. Dat kon zijn dat daar... We hadden twee seizoenen, hè. In het tweede seizoen komt hij ook? Nee, denk niet dat ik daarin kwam. Want in het eerste seizoen was zonder Lucas, tweede was dat met. Ik denk niet dat ik daar nog in geweest ben, maar in het eerste ben ik 3 of 4 keer geweest. Maar dat waren nog maar kleine, niet te zien eigenlijk hoor. Dat waren dat weer gedaan. Maar toch, we gaan ons best doen, hè, Christophe. Gaan ze zelf. Ja, gaat ons. Ja, weet je nog scènes? Is er nog budget? Kent je dat? Een broodje tonijn en een glas wijn. Met dan Guido. Ja. Dat hebben we kunnen achterhalen welk restaurant dat was. En dat zat ik daarnaast eigenlijk. Ah, en dan gewoon in knuffelen, hè? Daarna buiten. Is er nog budget? Dus, ja. Je bent dus bevriend met Tanja van der Sanden. En zijn vriendschap toen begon met de boomknuffel? Nee. Tanja woont in Zeveneken. Ah. En haar kindjes, ik heb lang in een kinderopvang gewerkt en urgentieopvang gedaan. En toen ik werkte in Zeveneken in de voor- en naschoolse opvang, dan kwamen haar dochtertjes bij mij. Dus ja, die zag haar eigenlijk alle dagen, hè, aan school, want de opvang was eigenlijk naast de school. Dus Heb je gewerkt in een kinderopvang? Ja. In Locristi, dus Stekelbeest, dat waren verschillende. Had Zaffelaren, Beervelden, Zeveneken. Had verschillende Stekelbezen. En in Zeveneken hadden ze een nieuwe geopend.
En dan ben ik daar terecht gekomen. En Tanja liep daar. Ik zag haar en ik van, wow, wat is dat hier? Ik zie hier Tanja van der Sande lopen. En in het begin... Was ze toen al... Van Eijgens was toen al op tv, dus... Dat was wacht hoor, dat was na 2006. Maar voor Van Eijgens was ze nog niet gekend, hè? Zij was nog niet zo super bekend. Maar dan heb ik toch mijn stoute schoenen aangetrokken. En gezegd van, goh, ik ben grote fan en dit en dat. Ja, maar... De mens denkt van, je mag die acteurs niet aanspreken. Hè. Je hebt daar zo'n soort van... Ze is starstruck, hè? Schroom van, wat zou ik hier nu toch iets tegen zeggen? Maar als ik dan zag dat er kinderen naar de opvang kwamen, heb ik toch wel daar een klapje mee gedaan. En nu nog altijd, dat is zo'n supervriendelijke vrouw, hè. Echt waar. En, dus dat was voor uw figuratie in Thailand? Nee, dat was erna. Dat was erna. Dat toen. En dan zeiden van, hé, hey, maar zeg, we hebben al samen op de set gestaan. Ja, ik heb het verteld. En dan... Dan zei hij, ik ben Brunilde. En dan zei zij, van de sales. Maar ik had dan gezegd, van kijk, ik ben bevriend met Lucas. Dat was ik al langer bevriend. Dat was al langer, ja. Ja, dus al, ja, omdat ik ging ook veel naar theater eigenlijk. Hè. En ik had daar in mijn hoofd altijd zo wel een boontje voor. Van een hele knappe man. En ik ging ook al van jongs af aan naar het theater eigenlijk. Ach, het is te hopen dat hij luistert. En ook een keer, het was ook in, ik denk van in 98, dat ik zei van, goh, moet je toch een keer mijn stoute schoenen aantrekken en een keer goeiedag zeggen. Hè? En na het theater, als hij dan in de foyer kwam, hè, een keer voorgesteld en een keer goeiedag gezegd. En C13, ja, dat is echt plezant. Mens heeft daar schrik van er tegen te spreken. Maar ja, dat zijn eigenlijk ook mensen die leven van hun fans uiteindelijk. Hè? Dus ja, dat is zo. Hè. Dus als er niemand naar theater gaat... Ja, ja nee, dan ja, stop het. Hè. Ja. Dan is het gedaan. Hè. Of een plaatje kopen of gelijk wat. Het is heel plezant, echt waar. Dat zijn heel vriendelijke mensen. En dus, als je zo... Als je zegt van ben daar 4 keer moeten zijn, hoeveel uur nam dat dan in beslag? Bijvoorbeeld voor u 2 zinnetjes en dan nog een keer dag? Ja. Hoe lang heeft dat dan geduurd? Je bent een dag mee kwijt, hè? Amai, maar ja, je moet er daarheen. Hè? Je moet daar zitten wachten, je rolletje spelen. En dat is niet, de mensen denken, oh, die zegt dat 1 keer en dat is gedaan, hè? Maar nee, dat is 20 keer. Hè? Dus, ja. Ook de camera-standpunt bijvoorbeeld. Hè? Ja. Camera gericht op Guido, camera op Sien, camera op mij, in de gang. Dus dat is niet 1 keer, hè. Dat is van alle kanten dat ze dat moeten doen. Hè. Ik weet hoe voor Aspe in de tijd, ik denk misschien een kwartierke beeld, op en al, dat is een week, hè. Allee, 5 dagen naar Brugge. Dus dat is echt waar. Dat is niet niks hoor. Dus mensen zien daar allemaal, die denken, oh ja, die zit daar een keer en dat is het. Maar nee, hè. 5 lange dagen. Je moet het echt wel heel graag doen. Je moet het heel graag doen voor eigenlijk, ja, vergoeding 0,0 eigenlijk. Dus je moet het echt, je moet er echt wel papier in hebben. Maar eeuwige roem, hè. Zodanig roem dat er 18 jaar later je 2 mensen opsporen met een opsporingsbericht. Lijkt er nog genoeg te wonen. Ik ga het niet afkeuren, hè, figureren, maar, want mensen zijn nodig. Hè. Je moet een zaal kunnen vullen, je moet ja, in een restaurant zitten, je moet daar passeren. En als er iets gebeurt, een auto-ongeval in straat, ja, moet daar een keer iemand rondlopen. Hè. Dus die zijn allemaal nodig. Ja, dat is waar. We hebben, Christophe en ik hebben altijd gehoord dat als je op de achtergrond zogezegd moet zitten babbelen met iemand, op restaurant of zo, als figurant, dat het dan eigenlijk zonder klank rabarber moet zijn. Rabarber. Ja, je mocht niet. Nee, maar zonder klank, hè. Dus gewoon met je lippen, dat dan lijkt alsof dat vrij veel woorden zegt. Maar dat is dus een mythe. Dat heb ik nog niet gehoord. Ja, want je hebt al in een restaurant gezeten, hè. Dan mocht je niet babbelen, zeker. Voor Aspe, dat was die, ik weet niet of dat Aspe volgt, maar dat was die aflevering dat Koen van Impen zogezegd in de rechtbank beschuldigd wordt. En ik zeg nu maar, ik was assistent dan van de advocaat, dat was Wim Dankaert. Trouwens ook heel veel plezier mee gehad. En je moet dus assistent zijn. Maar dag 1 zit je daar bijvoorbeeld met je laptop, hè, open, hè, je haar bijvoorbeeld achter je oor, stilo aan de linkerkant van de laptop. Hè. Maar ja, dan moet je denken, dag 2, dat moet identiek hetzelfde zijn. Hè. Ja. Dus je mag nog
niets moeten zijn, maar je moet er wel op letten wat je op dag 1 doet, moet je op dag 2 ook doen. Niet zijn, ja, mijn laptop. Dat zijn dingen waar je een keer moet op letten in de film, hè, of in series. Hè. Ja, voor je alles best aan. Ja, doen, maar hè? Ik heb al iets gezien. Ik heb trouwens bij Brunhilde al iets gezien, iets dat een beetje raar is op dat gebied. Is het waar? Ja. Ja. Oei. Ja, wat waren eigenlijk de specifieke instructies die je op voorhand had gekregen over je personage? Ja. Eigenlijk niet veel. Ik ben daar toegekomen en ze zeiden, ja, breng iets mee van kleren. Ja, ik wist eigenlijk heel veel wist ik niet. En dan kom je daartoe, ja, hup, doe maar. Hè. Het is soms veel improvisatie ook. Dat dus je moest doen. Verschillende setjes van kleren meedoen en zij kozen daar dan uit wat je moest aan hebben. Voilà, ja, zoiets. En ze kozen dan hetgeen dat je nu aan hebt, want dat zien de mensen niet. Maar heb je een Brunhilde trui dus aangedaan? Voilà. Wel, dank. Dus iedereen moet naar onze Facebookpagina of onze Instagrampagina gaan. De protpot. En dan gaat het in volle glorie kunnen zien. Hè? Maar ik zei het, ik vind het zelf verschrikkelijk wat ik aan het. Maar ik zei het, ik was toen nog een alleenstaand moeder. Het is zo'n beetje desigualig, vind ik. Ja, het is niet desigualig. Het is inderdaad. Maar ik, als ik dat nu zie, ik ben zelf beschaamd. Maar ik was nog maar net bij mijn partner. Maar moet weten, ik ben lang, lang alleen geweest met mijn twee kindjes. Ik had niet... Ah, toen was je alleenstaande moeder? Ja, ik was alleenstaande moeder en ik was eigenlijk net bij mijn partner, maar ben heel lang alleen geweest. En veel budget had ik niet op dat moment. Desigual dus, is toch niet zo goedkoop, denk ik? Nee, maar het is geen maar nee, dat het is geen, dan... in mijn hoofd is het desigual. Desigual is niet goedkoop, maar ja, je kunt er een beetje mee vergelijken. Ja. Maar, dus eigenlijk op voorhand wist je helemaal niet wat voor type dat je ging moeten spelen? Nee, nou ja, zo'n beetje in grote lijnen, maar echt... Hadden ze je ook al gezegd op voorhand dat je een zin ging mogen zeggen? Of was dat op een moment? Wel, normaal gezien, als je edel figureert met tekst, dan moet je een call sheet krijgen. Dus, ja, oké. Okay. Dus dat is... Ja, want Christophe en ik hebben tijdens die aflevering besproken van... Ah, dat is zeker een gevecht geweest om de beste figurant. Ja, nee, weet je waarom? Want er zo iemand voorbij en wij dachten... Ja. Dus heeft dat gehoord, denk ik, om dat gezegd te hebben. Ja. Maar weet je waarom ik dat denk? Omdat ik dat vrij raar vond, omdat dat een van de weinige keren is dat er echt een sprekende rol niet in de aftitelingen staat achteraf. Waardoor dat ik dacht, waardoor dat mijn theorie was, maar heb die al gehoord, maar ik zal hem nog een keer op zeggen, dat idee dat ze Brunhilde ging noemen en dat hij, dat hij daar dan zo verkeerd op ingaat, dat is gewoon op de set ontstaan. Omdat dat dus, en daarom is dat maar figuranten en daarom staat ze dus niet in de aftiteling. Want er zijn echt wel personages met nog minder tekst die wel in de aftitelingen staan. Ja, dat is mooi. Zeg maar aan Jan Helen dat hij dat een keer moet rechtzetten. Maar je hebt echt wel figuranten die zo ver gaan, hè, tot dat ze een keer in de aftiteling staan. Hè. Dat is zo een soort van... dat hebben we niet gehaald. Nee. Tot nu toe. Nee, is die ambitie er nog? Nee, niet echt. Ik ben eigenlijk mee... Goh ja, in 2006 was het zeker. Ja, ik denk dat de periode is dat ik ermee gestopt ben. Ik heb een verkeersongeval gehad en ben toen eigenlijk vrij lang thuis geweest om te recupereren. Ah ja, met z'n zat de vijs in uw been. Oh nee, ik ging dat zeggen. En bij mij dan eigenlijk meer beginnen inzetten voor goede doelen. Dus dat was eigenlijk een beetje... ambitie die ik had toen op, een beetje van kijk, ik heb hier een tweede leven. In nood. En ergens een ingeving, denk ik, dat ik dat meer beginnen doen ben. Ah, in plaats... Geen plaats voor twee zo drukke hobby's. Dat is vrij ingrijpend. Dus, ook kon niet meer, want het zijn soms vrij verre verplaatsingen ook. En ik wou niet echt meer zo met de auto rijden. Meestal reed ik ook wel mee, want niet met iemand of zo, maar... Met Tanja. Maar weet wat, het is soms ver rijden. En ook, je moet daar soms de hele dag op een stoelje zitten. En, het is wel vrij vermoeiend soms, hoor. En ben mij beginnen bijscholen eigenlijk dan dat jaar dat ik thuis zat. En dan ben ik eigenlijk samen beginnen werken met mijn partner. Zo is dat eigenlijk gegaan dan. Dus nu werk ik en woon ik thuis. Dus heel gemakkelijk. Ik moet me niet meer verplaatsen. Dat is heel gemakkelijk. Ja, jullie hebben bij jullie thuis een mini-kliniek eigenlijk. Hè? Heb je dat juist al verteld? Ja. Dus ik help ook vrij veel mensen met bepaalde klachten. Eigenlijk ook. Die moeten recupereren, revalideren. Dus ik heb eigenlijk wel een roeping gekregen, zal ik maar zeggen. Dus het is heel plezant om te doen.
echt wel plezant. Dus het is totaal iets anders, maar kijk, voilà, nu kan ik mij echt nuttig maken. Hè. Dus een job in de sales, dat is niets voor u? Nee. Dat heb je eigenlijk nooit gedaan, want heb je eigenlijk duidelijk al verschillende dingen gedaan? Ik heb lang als winkeldochter gewerkt in een bakkerswinkel, dat was wel leuk. Omdat ik dat dan meer tijdens het weekend kon doen als mijn kinderen niet bij mij waren. En ook een paar keer in de week of extra met feestdagen en zo. En dat vond ik wel leuk, dus dat heb ik een jaar of 5 gedaan. En dan, maar omdat dat dan meer weekendwerk was en ik mijn partner de eerste jaar enkel maar tijdens het weekend kon zien, heb ik dan, je kent dat via de VDAB, zo'n spoedcursus gedaan van 3 maanden voor dan met kinderen te werken. En dat was ook ergens goed, want ik kon dan toevallig stage doen in Locristi. Ah ja, ideaal, hè. Ik ben daar dan te werk gesteld. En eigenlijk konden mijn kinderen dan voor en na school ook bij mij komen tijdens mijn werk. Dus dat was super, hè. Dus als ik dan toch alleen was, kon ik mijn kindjes meenemen naar mijn werk. En kon ze na de school ook bij mij komen. Dus eigenlijk was dat een perfecte puzzel. Dus dat ik voor hen kon zorgen eigenlijk, terwijl ik aan het werk was. En ze kon meenemen als ik gedaan had mijn werk. Ja, dus meenemen aan een set is wat moeilijk, hè? Mijn dochter heeft het ook nog. Mijn dochter heeft ook nog een paar keer gefigureerd. Die heeft meegefigureerd. Ja, die heeft samen. Ook nog. Ja, we hebben wel een paar keer samen. Voor wat was dat? Een serie op VTM was dat. Sarah of Ella, of ergens een van die. Nee, Louis-Louise, dat was het. Louis-Louise. Ah ja, dat was in Gent. Ja. Ja. Ik denk dat de luisteraars zeker naar al die series nu gaan kijken, die al gepasseerd zijn. Ja, nu heb je een ware zoektocht. Ja, je hebt ondertussen al een paar series laten vallen, daar gaan de luisteraars nu allemaal natuurlijk ook bijna naar kijken. Nu gaat er we gaan zo'n wedstrijd lanceren. Ja, beginnen waar ik allemaal in meegespeeld heb, dan gaan ze veel moois zoeken. En zijt je ooit erover aangesproken over uw verschijning in Thailand? Ben jij daar kent geweest? Op straat? Ja. Het zijn nu nog mensen, als ze de DVD-box hebben en ze kijken, dan is het nog... Of bepaalde herhalingen op tv of zo. Ik heb u gezien. Ik zei, dat kan niet. Ik doe niks meer. Maar ja, Aspen bijvoorbeeld, dat is herhaling. Zo. En zeker nu, ja, de coronatijd, doen ze veel herhalingen. Ja, maar ook onbekende mensen. Onbekend zo niet, maar gewoon ja, als dat dan mensen zijn uit Assenheden of zo, of patiënten hier die dat dan te weten komen. Ja, misschien gaat nu in één keer veel werk krijgen, ik weet het niet. Ja, anders moeten we je website in een link of zo hieronder zetten, Christophe. Ja. In één keer mensen zo gezegd met overgewicht, maar dat ik niks aan zie of zo. Maar dat is misschien, dat moet je misschien ook nog toelichten, want dat is dat hebben we ons verteld voordat we zijn beginnen opnemen. Hè. Je bent vooral nu actief als diëtiste. Ja, als, klopt. Eigenlijk als assistentie bij uw man, die dokter is. Ja. Jij volgt vooral de mensen op, zeker nu met corona, omdat dat belangrijk is dat je op de voeding let. Want dat kan impact hebben op... Als je dan toch corona krijgt, hoe zwaar dat je dat verteert. Dat is inderdaad waar. Dat is een van de dingen waar je moet opletten. Zwaar overgewicht kan maken. Als je dan corona krijgt, dat je minder snel gaat genezen. Want ja, overgewicht, hoge bloeddruk, hartstoornis, suiker, cholesterol. Dus dat kan allemaal een impact hebben. Hè. Dat hangt bij ons wel uit dat je daar wel serieus moet opletten. Want ook in coronatijden, de mensen zitten thuis, ze vervelen hun, ze kunnen nergens naartoe. Dus... In het nieuws was toch wel in het begin van de corona van in één keer in de supermarkten waren al de pakken bloem, meel allemaal uitverkocht. Ja. Ik heb ook nog naar gezocht hoor, want ik wou ook in één keer zotte dingen toilet... binnen maken. Het was niet alleen toiletpapier, maar het was ook de bloem die weg was. Ja, daar zie jij nu de vruchten van natuurlijk. Maar op die manier hoeft het niet hoor voor mij, want... Maar mensen komen ook sporten bij mij. Dus ik zeg altijd, er zijn 3 pijlers. Dat is de voeding aanpassen, beweging. En het grootste eigenlijk, in koeien van letters, is de motivatie. Als je niet gemotiveerd bent, dan moet je er gewoon niet aan beginnen. Want dan haakt je af na 1 of 2 keer. En je moet echt wel willen. Je moet echt wel willen iets aan je lichaam doen. Want als het is van, ik moet van de dokter, ik moet van mijn man, ik moet van mijn vrouw. Nee, daar... Allee, dus je werkt thuis, dat is wel een goede sfeer, hè?
Natuurlijk. Dan moet je niet veel op een stoelje zitten wachten. We gaan een keer toch weer wat dieper induiken in het personage nu. Ja, ik heb me daar natuurlijk zelf van alles zitten bij voorstellen, maar hoe zie jij dat personage dat jij gespeeld hebt? Wat voor iemand is dat? Eigenlijk wel zo een heel bang wezelke, hè. Ja, maar toch, iemand van de sales mag toch geen bang wezel zijn, hè? Nee, als ik mijzelf zo terugzie... Zo... Maar dat heeft dan ook weer te maken met hetgeen dat je moogt en niet moogt. Maar je ziet er inderdaad iemand... ik zelf interpreteer dat personage als ik het zag. Volgens mij werkt die dan nog niet lang. Allee. Ah ja, ik dacht ook van, die stelt haar eigen voor omdat die daar nog maar net werkt. Ja. Dat is me niet gezegd geweest. Dat je moest... Maar moet ik je voorstellen, als je al 20 keer datzelfde moet doen. En je weet, gelijk dat ik zeg, dat tasje koffie moet zo staan. Of je moet je zo stellen. Je krijgt instructies, hè, van je moet voor die deur staan, maar daar. En geen centimeter meer naar links of naar rechts. Daar stonden we al voor de deur. Daar stond je goed. Ja, daarom dat ik het zei. En Sien heeft de hoofdrol uiteraard daar in die sketch. Hè. Je moet je zinnetjes maar zeggen. En ja, als je zo nog niet echt... Toen had ik nog niet echt veel rollen gehad met tekst. En je moet het een beetje aframmelen. Hè. Veel eigen inbreng heb je daar niet in. En ook... Goh, maar dat zal misschien nog later aan bod komen. Maar het was eigenlijk een hilarische dag. En ik moest mij zodanig serieus houden, maar het ging niet goed. Ja, we zijn er. We zijn aan de anekdotes. Ja. Vertel maar. Je gaat u echt kreupen lachen. Hè. Van die dag, hè? Van die dag op bij de deur. Ja, van die dag, van dat moment. Hè. Dus het was echt moeilijk om mij serieus te houden. Ik had, als ik 17 was, hè, had ik een vriendje gehad. Hè. En dat bleek dan... Ik wist dat hij die job deed, maar ja, ik had nu ook niet gedacht dat ik die zou terugzien. Maar dat ex-vriendje van mij, dat was de geluidsman daar bij Woestijnvis. Hè. Oh, ja, lap. Voorstellen, na 17 jaar zie ik die terug, hè. Dus ik kom daar binnen en ik zeg, god, maar jongens toch, Koen, maar na al die jaren. Dus wat gebeurt er? Jan Helen komt dat te weten, hè. Dus het heeft mij hanse dag geplaagd daarmee. Dus moest je dat zeggen aan Jan Helen? Want het was zelfs jaren later, als ik figureerde in de ronde, die zag mij en die wist dat direct door te rijden. Oh, goed, wauw, wie dat we hier hebben. Dus dat was de ganse tijd. Ja, Koen liep dan achter mij met die pers natuurlijk, met de hond, je weet wel. Ja, en Jan Helen en Hans zei, ja, ha, en vertel nu een keer. Allee, en Koen, maar hoe ver is dat gegaan tussen jullie? En vertel ik, wat is er gebeurd? En gaat nu toch wel zijn, hè? En zo na elke tijd. Die had er tijd voor. Tussendoor, maar dat was zo voor de sfeer een beetje te zetten, ja. Natuurlijk. Ja, zo van, tussen twee takes in, even rust, hup. Ja, allee, Koen, zeg het jij nu een keer. Maar even, allee, zeg het jij nu een keer. En hoe lang heeft dat geduurd? En wat heb je uitgestoken? Bla, bla, bla. En hebben jullie iets gelost? Maar nee, natuurlijk niet. We zouden dat niet overleefd hebben. Maar dat was jeugdliefde, hè. Maar Jan Helen was wel geïnteresseerd. Ik denk dat Koen die dagen daarna nog wel... Daarover zal aangesproken geweest zijn. Allee, zalig. En ik was ook blij dat ik die terugzag. Dat was na al die jaar. Maar maar de ronde, hoeveel jaar later is dat? Dat is toen 2010 of zo? Dat is nog niet zo erg lang geleden. Dus kijk, 18... De ronde, wanneer was dat? Dus het eiland was in 2003... Hè? Het filmen, hè? Het eiland is uitgezonden in 2004. Ja, 2003, want dat weet ik nog goed, omdat ik toen pas mijn andere partner leren kennen had. Allee, er een relatie mee begonnen was. En dan, de ronde is toch wel een tijdje nadien nog, hè? De ronde is uitgezonden in 2011, maar die is vooral gefilmd op Pasen 2010, hè? Kijk, voilà, dat was dus toch een aantal jaren later, hè? En toch nog weer herkend worden. Dat was grappig. Dat was echt grappig. Dus ja, de sfeer was gezet. En dan beginnen ze op te nemen. En je moet je daar zo serieus aan houden. Dus dat was even van, ja, kom. Doet je best, hè. Allee, dat is toch echt grappig. Dat is echt de grappigste anekdote. Ja, grap. Dus ik wist gewoon hoe dat mij moest houden. Hè. Dat was zo constant. Van, allee. Dus, dat was goed. Dat was echt goed.
Daarmee moest ik echt wel op mijn tanden bijten, eerlijk gezegd. Daarom is dat ik zo'n beetje zo bescheiden stond. Zo van, oh, ik kan me niet houden van lachen. Maar dat zie je niet, vind ik. Nee. Ik dacht gewoon dat hij daar nog niet lang werkte, omdat Protu je ook voorstelt aan iemand die daar wel al lang werkt. Oh ja, maar Guido is ook nieuw in zijn functie. Ja, dus ja, hij stelt ze wel voor. Maar hoe dan ook, moest ze, ja, aan alles leidde ik uit die scène ook. Dat is dan redelijk nieuw. Het is een heel groot bedrijf, dus niet iedereen zal misschien echt wel elkaar zo goed kennen. Hè? Ja, sales en administratie. Het is niet dat ze daar misschien alle dagen bij elkaar over de vloer lopen. Hè? Dus, ja, maar ik denk dat jullie daar van de sales toch wel een keer een bonneken moet gaan binnenbrengen. Wat ook opvalt aan die scène is dat zij stelt dus Brunhilde voor, maar ze zorgt dat Guido zichzelf moet voorstellen. Zij stelt niet terug Guido ook voor. Ja, En dan moet Brunhilde zelf zeggen, Brunhilde de Wit, en dan zo vrij afstandelijk een hand geven. Wat dan nu in corona al helemaal raar is, maar wat dat toen, ja, als je een hand geeft, dan is dat toch een bepaalde vorm van afstandelijkheid, toch? Ook. Ja, dat had toch goed geweest, moesten zij een kus moeten geven hebben aan Guido. Dat had toch ook voor zalige scène gezorgd, amai. Dat hij daar dan zo staat, en dan zo per ongeluk, door zodanig om onhandig te zijn, per ongeluk op haar mond. Zou we dat een keer opnieuw moeten spelen, hè? Ja, het moest wel... Dat is wel raar. Wel zo, je moest dus een awkward scene echt filmen, hè? Spelen. Dus je moest zo... Het valt er op een gegeven moment. Ja, we gaan bieden nog een keer samen naar kijken ook. Hè. Want er valt zo echt zo'n stilte. Hij staat daar ook zo stijf staan dan en zo. Hè. Maar waarschijnlijk op de set was dat helemaal niet... Op de set was het helemaal niet... Maar ik zei het, dat moest zo. Hè. Dus hup, ik deed maar wat er mee opgedragen werd natuurlijk. Hè. Maar daarnaast, tussen die takes in, dat was een lachen. Hè. Lachen en zo toen. Dus, gelukkig. Nee, echt wel. Ik heb er nog altijd zo toffe herinneringen aan, eigenlijk. Al die jaren later. Goh, man. Ik zou nog wel zo'n keer een eilanddagje willen doen. Maar, ja. Nodigt ons dan maar uit. Ja. Ja. Het lijkt me wel gezond om mee te maken. Een keer een marathon organiseren en al de acteurs uitnodigen. Oh ja, doe jij maar. Ja. Na corona. Heb ons een gegevens, hè. Ja. Voilà. Maar kijk, is deze dat... week. Nee, zeg maar. Is het uw enige personage die een echte naam heeft? Die je al gespeeld hebt op een series? Naam, ja, wel. Ik heb nog wel edelfiguraties gedaan, maar echt een naam, voor zover ik weet. Ja, ik geloof van wel. Ja. En nu, heb je geen idee hoe dat die naam tot stand is gekomen? Dat je echt Brunhilde moet noemen? Nee. Want dat is... Maar misschien heb je dat gezegd in de vorige aflevering dat Guido toch wel ergens een fascinatie had voor ridders. Maar ik heb nog een beetje huiswerk gedaan. Huh? Ik heb een paar ideeën hoe dat komt. Dus ik heb die naam Brunhilde een keer wat dingen erover opgezocht. Op dit moment, allee, eigenlijk eind 2019, het zal nu misschien iets minder of meer zijn, dat weet ik niet, leefden er 109 Brunhildes in Vlaanderen. Dus, dat is niet zoveel, hè? Nee. Dan heb ik opgezocht wat er allemaal van geschiedenis aan is. En één van de dingen is Brunhild, zonder E. Daar ga ik het kort over hebben. Dat is een of ander IJslands mythisch wezen. Maar dat staat los van alle andere Brunhildes. Dat heeft waarschijnlijk niets te maken met waarom dan mensen in Vlaanderen Brunhilde noemen. Maar Brunhilde is een historisch figuur uit rond het jaar 600. Dat was de... Ja, dat, een, het moet daar een toestand geweest zijn die eigenlijk een beetje leek op wat we zien bij Jan de Lichte. Maar dan nog een keer... Ah ja, maar ik heb geen streams. Maar nog een keer 1000 jaar ervoor. Zo'n beetje de situatie. Zij was de vrouw van een die ook wegen aan het leggen was. Maar hij deed dat ook op de kap van dit en dat. En het was zo... Het situeert zich ook ergens in, op de grens ergens tussen Wallonië en Frankrijk. Dus het is eigenlijk Bruno. Maar ze had ook de naam Brunhilde. Dus het moet daar ook iets Nederlands, Gallisch-achtig gesproken zijn. En alleszins, dat is er een geëindigd dat Brunhilde op een gegeven moment in vieren is getrokken door paarden. En de plaats waar dat ze zo in vieren getrokken zijn, daar staat nu een menhir van Brunhilde. Die kunnen nog uit gaan bezoeken. Nog een nieuwe wedstrijd voor de luisteraars. Wie dat er eerst naar daar gaat en een foto neemt. Het jaar 600, ik weet niet dat er al ridders waren.
En ook naar die Brunhilde zijn een paar straten genoemd in Frankrijk, in die buurt. Maar waar dat ik denk dat die een naam van komt, hoe ze gaan gezegd hebben, oké, die vrouw heeft gewoon een beetje een rare naam en Guido reageert daar wel onhandig op en daardoor ontstaat er een moeilijke stilte. Dat zal een beetje het idee geweest zijn. Ja, om hem ook, ook om een beetje zijn zenuwachtigheid nog een beetje meer naar voren te laten komen. Ja. Hè? En ook om te tonen dat hij zichzelf gewoon overal aan het disqualificeren is. Als vers hoofd van de administratie, dat hij overal gewoon een slechte indruk nalaat. En hoe dan ze op die naam zijn gekomen, denk ik, is via Dina Tersago, die toen dus... Rebecca, dat ga jij misschien weten. Dina Tersago heeft niet alleen geacteerd, maar ze werkte toen ook echt voor Woestijnvis. Klopt dat? Of heb jij dat niet? Maar ja, het is daarom ook dat... Ze heeft dan ook een keer een rolletje gehad in het eiland. Zo'n receptionist. Ja. Dus, en volgens haar Wikipedia werkte ze toen echt ook als redacteur of zo voor Woestijnvis. Ja, voor Vlaanderen Vakantieland. Well, Dina Tersago was 3 jaar ervoor, of 2 jaar, bij het filmen 2 jaar ervoor, verkozen als Miss België. En een van de andere finalisten heette Brunhilde. Oh! Brunhilde Verhenne, die het jaar daarvoor Miss Oost-Vlaanderen is geweest. Oh, ze is misschien ze komt van Oudenaarde. Nee, ze komt van Oudenaarde. Ah, verdorie. Dus ik denk dat zo op die naam zijn gekomen. Wie weet. Oh, maar. Ja, maar dat is al een verre zoek. Ja, maar je weet, wij doen verre zoektocht. Anders hadden we nooit gevonden. Hè. We staan niet in die aftiteling. Goh. En waarom eigenlijk zo jullie fascinatie voor het eiland? Goh. Van ons. Moeten wij dat uitleggen? Ja, ik heb daar... dat is echt geen voor ons wat ons amuseert of fascinatie of zo. Ja, ik vind dat gewoon altijd moeilijk. Ik moet eigenlijk altijd alleen naar kijken. Mijn man vindt dat ook wel grappig, hoor, maar... Hij vindt dat ik daar dan zodanig in opga dat hij zoiets heeft van het is niet meer plezant, Eline, voor me daar samen met u naar te kijken. En, ik weet niet, en dan leerde Christophe kennen op ons, ons werk. En dan kwam dat uit dat hij even, misschien iets meer geobsedeerd was dan mij. En dat was zo zalig om eindelijk een keer gewoon... Iemand hebben die echt al die quotes zo kende. Niet zomaar gewoon van hup, wegsfeer, maar echt alles. Ook wat ervoor en wat erachter komt. Ja, hè? Ja. Volledige scenario's. Want dat is zo wel. Je hebt zo veel mensen die kennen de top 10 van quotes of zo. Maar die weten zelf niet het verhaal erachter of zo. Maar je hebt er die alles kunnen opzeggen. Ja, dan en, Christophe zat in zo'n glazen kot. met zo een hoge ruit, want we zaten eigenlijk op mijn 1. Hè. Ja, we zaten in een souterrain. In de souterrain, voilà. Ja. En, ik zat daar ook, en Christophe kwam dan zo een keer langs naar raam van in de souterrain, zo zwaaien, gelijk nolleke versijp. Ja. Nolleke versijp. Nolleke versijp, is dat? Dat is van thuis, dat is nolleke... Nolleke lodiers. Nolleke lodiers, wie is dat, versijp? Nolle Verzijp, dat was 3 uit thuis. Ah, maar jongens, och, arme, rest in peace. Nee. Lodiers, sorry. Ja, en dan lag ik dus plat van het lachen onder mijn bureau. Ja. En ja, Christophe was buiten, dus die kon dat niet horen. En al de andere collega's die zaten gewoon zo naar mij te kijken. Van, is dat nu zo grappig dat hij staat te zwaaien? Wat ging dat Jeline wat het leukste vond bij mij was als ik serieus met een ander collega iets aan het overleggen was over een of ander project. Dat hij daar dan altijd zo die eiland ding en als ze er zoiets tussen zeggen. Zo. Dan, dan waren ze mij kwijt. Ja. Het was soms moeilijk. Nee, maar ik geloof ook wel dat er moesten twee alleen zijn. Zodat natuurlijk zullen we daar niet veel meer kunnen mee doen. Maar er is wel een hele hidden community. Als je iemand tegenkent, je komt af en toe iemand tegen die dat ook allemaal kent. Iemand dat het ook soms niet van verwacht. En dan zeg je zo, espresso een keer in de zin in Thailand. En dan ergens van ergens aan zetten. En nu komt dat het vervolg. En dan, En dat is echt, het eiland is het meest van al. Ja. Maar joh, in de Gloria ook. We hebben dus de DVD-box. Ja, okay. Van het eiland en in de Gloria. En ik weet nog hoe mijn man en ik... Hoe dik was dat wij dat gezien hebben? Denk 100 keer. En ik kan die sketchjes gewoon compleet nadoen. Hè. Dat is zo gek. En mijn kinderen die waren, denk toen... Hij pakt weer... Denk 8 en 6 of zoiets in de tijd dat uitkwam. Het eiland. En
elke woensdag namiddag moesten wij die DVD-box insteken. En een tijd bij Humo. Heel de familie. Bij Humo was er een moment dat er een masker zat. Ja, dat was super eng. Kinderen met een masker zo up naar Thailand. Maar kinderen, je weet dat misschien, die hebben herhaling nodig. Hè? Die moeten. Je hebt Thailand en Ingloer daar dus maar ingestampt al woensdag. Het eiland. Kun je voorstellen? 8, 6, allez, zo die leeftijd, het eiland. Nee. En nu nog, hè? Dan zei hier tegen mijn zoon: allee, na al die jaren, hup, ja. Maar dat, dat, dus zij zijn ook maar, van. Het is iets, ja, mijn kinderen, zeker en vast. Goh, kijk, ik heb nu al een kleindochter, ik ga het er ook al in stampen. Nee. Allee, oma Brunhilde, dat is toch echt. Dat blijft goed. En op die leeftijd daar al mee bezig zijn, dat is ongelooflijk. Kijk, mijn kleindochter, ik wist goed, ze komt één keer in de week slapen. Ik zeg, als ik hier één tekenfilmpje of zo ga opleiden, ik zeg, ik ga goed moeten kiezen wat ik neem, want die gaat dat alle keren wel terugzien, hè. Ja, je moet erop kunnen luisteren. Herhaling, ja. Tom en Jerry, nu is alle week, woef, zit ze bij. Komt daar nont in ook, hè, want het is woef en hup, dat weet ik. Ja, ze komt nog maar toe, woef, en ze gaat kijken, hè. Zeg maar, we zitten hier over een uur. Ik denk dat het tijd is om al een keer te beginnen, om toch een keer die scène te doorlopen, hè, met u. Ja. Ah, mevrouw Plotu. Guido, hoe was het bij de cursus? Ah, het is nog niet gedaan, het is pauze. Even het bloed in de benen. Ja, we kunnen al dit shot hier. Je staat daar inderdaad vrij. Ja, voor mij komt hier echt over als iemand, ja, iemand die ter nieuwst aan alles, hè, zo die handen zo gevouwen voor, ja, een goede indruk. Ja, vooral dat, ja. Beetje bescheiden, beetje bang eigenlijk van, oei, het is hier een hogere persoon die hier voor mij staat. ja, dus het is wel, ik heb ook de indruk, want dat wordt allemaal niet uitgelegd, maar dat zij wel, het is een belangrijk contact, maar tegelijk staat er niet zo hoog op de ladder, lijkt mij, je personage. Nee. En ook, ja, in mijn binnenste is dat van, oei, dat is hier Frank Fokkentijn die voor mijn neus staat. Hij zit er toch. Maar hij zit toch mega starstruck. Ik zou dat ook zijn. Ja, wel, maar... Ja, ik kan dat dus ook. Ik kan dat wel niet, hè. Een rol spelen, een acteren. Ik heb er een klein beetje geprobeerd en zo. Ik kruip in de rol van regisseur tegelijk, hè. Ik ben te veel in mijn hoofd mijn eigen personage aan het regisseren. Ik zou ook niet... Ik zou dat ook niet kunnen. Ik zou daar ook te veel mee bezig zijn. Ja, dat is Frank Fokkentijn en zo. Ja. Pas op, ja, je moet het wel... Natuurlijk, je hebt een moment... meestal, je ziet ze wel een keer op voorhand en zo. Je kent dat, hè. Een keer goeiedag zeggen, dit en dat. Maar dan nog, moet echt wel je verstand op nul zetten. En zeggen, kijk, kom, gaat ervoor, hè. Ja, je bent vernield, hè. Ja, voilà. Van de sales, hè. Je bent bezig aan iets te verkopen, voilà. Hè. Voilà. Maar ik zei, dat was waarschijnlijk dus al na de 15e of de 20e keer datzelfde te doen. Op de duur zegt van, allee, kom, is het nu goed? Dus eigenlijk, als je naar die scène kijkt, dan ben je ze aan dat. Maar nu nee, niet echt. Maar hetgeen dat ik zeg, die plagerijkens tussendoor en zo, moet je wel serieus kunnen houden. Nee. Als je op duur misschien een beetje te serieus gaat houden, dat kan ook. Maar, Moest de Frank Fokkentijn tegenkomen... Zou hij u herkennen? Maar moest hij u nu niet herkennen, zou hij dan zeggen, hey Frank, ik ben het. Zoveel niet meer, maar ja, ik ging ook veel naar theater, dus ik heb die in theater ook nog wel gezien natuurlijk. Maar ik ben niet zo de persoon om dan na de voorstellingen, als ze in de foyer zitten, die te gaan aanklampen en zeggen van, oh kijk, we weten nog dat. Zou dat wel kunnen doen natuurlijk, maar ik denk dat die mensen... Oh, die mensen worden al zoveel aangesproken. Hey. Ik dacht, oh, mag ik hier op bij Tanja is toch goed uitgedraaid? Dat wel, uiteindelijk wel. Ja, dat was dan meer een andere context. Ja, had wel een context om over iets te babbelen, niet gewoon niet tegenkomen. Dan hebben ze wel iets van, goh, ik ga toch een keer... zeker ja, als die kinderen daar lopen en zo, heb je wel... Ja, ziet die alle dagen, hey. Maar heb je zo mensen en... Het is gelijk, had dat daar ook gezegd de vorige keer, van, je hebt zo figuranten die echt wel gaan om die acteurs te gaan ontmoeten, en die te gaan lastigvallen en zo. Allee, ik ben zo meer
op dat vlak eerder bescheiden. Je hebt er zelfs die, je hebt zo bijvoorbeeld 's middags ook, krijg je dan eten. Hè? Je hebt elk je broodje of alleen een dessertje of het een of dan. Heb er die daar echt met tassen afkomen en voek, alles. Ik zeg, maar jongens. Een tupperwarepot meepakken naar huis. Echt, hè? Dat ik zeg, maar hoe durfde je eigenlijk van zo dingen te doen? Ja, ik heb al stoot meegemaakt, dat wereldje. Dat, ja, dus best daar een beetje in de gaten houden. Maar ja, als ik dan naar het theater kijk, kun jij gerust een keer zeggen, Frank. Maar denk dat we het ene keer wel gedaan hebben. Op een moment dat dat hij alleen zat of zo, dat ik een keer kon zijn, van ik ga hem toch een goede dag gaan zijn. En ja, uiteindelijk, als je spreekt over Brunhilde van de Sales in de aflevering van de lente, dat is iets dat je nog wel weet, toch? Hè? Dus, ja, dat denk ik ook. Ik vermoed dat die acteurs allemaal wel zeker nog die verhalen nog paraat hebben. We hebben een aflevering van De Groene Dassen en die scène, dat is iets dat toch wel herkenbaar is. Hè? Ja, daar zijn we wel fier op, want het is wel een van de 13 afleveringen die er maar zijn, is het ook nog een keer een van de meest legendarische. Wel, natuurlijk, dat is wel een van de betere. En dan met Frankie, met dat poppetje daar, dat babytje. Oh, jongens, toch? Ik weet niet meer hoe dat noemt, dat poppetje. Maar Leslie. Maar, ja, voilà. Gaan we een eilandquiz doen of zo? Eilandquiz. Daar zouden ze nog een keer een spel over moeten maken. Maar ja, weet jij eigenlijk, heb jij paraat hoe dat de vrouw van Michel noemt? Haar echte naam of... Nee. De personage. Ken ik ook goed trouwens, Mieke. Maar dat taal niet. Dat is niet voor de eilandfans, dat is voor de Vlaamse acteurfans. Hoe is ze nu weer in de... Nee, dat ben ik nu even kwijt. Allee, jong. Ik had meer verwacht. Ja, dat was onze... Dat is onze standaard. Ja, dat is onze standaard. Als er zo, wij kregen zo ieder jaar een lichting stagiairs en we hoopten altijd dat er wel eentje van een maatje van ons werd. En dat deden we onder andere door te vragen, zijn je fan van Thailand? En dan, als ze ja zeiden, dan moesten ze dat nog bewijzen door te zeggen dat ze wisten wat de vrouw heette van Michel. Dat was toch... Dat is niet... Nee. God, nee, ik weet het niet. Begin met een S. En het einde is op Onja. Sonja. Goed geraden. Punt van mij. Maar kijk, het staat genoteerd. Mijn hoofd zit vol met corona, spijt mij. We gaan even verder door de scène. Ja. Dus gesteld, kijk, en hier gaat het trouwens zien, maar je hebt er zeker zelf ook al op gelet. Je hoofd hangt hier nu echt extreem scheef. Je bent bijna, je bent gelijk aan het proberen lezen wat er verticaal geschreven staat op zijn das. Oh, nee, heeft zijn das niet meer aan. Of wel, nee, hè? Op zo'n stilo dat aan zijn hemd hangt. Ja, wat staat er eigenlijk op uw trui te lezen? Mie. Nee. Bij mij zijn tekeningen, hè. Het zijn geen letters. Het zien er zo letters uit. Het zijn allemaal tekeningen. Ah ja, dan kun jij kijken, hè. Wat heb je het aan? Ja, gewoon een keer kijken. Want ik weet niet of dat het kan zijn dat het verborgen letters zijn, hoor. Maar het zijn eigenlijk meer... En heb je die witte broek ook nog? Nee. Het is al lang. Dat is verschrikkelijk. Al zeg ik het zelf. Nee. Die is al lang weggegeven. Gedoneerd aan de arme kindjes. Aan de arme mensen. We gaan even verder. Kijk, je hoofd hangt nu zo heel scheef. Ga ze biedt recht staan. In de late stroom. Heb jij Brunhilde van de Sales al ontmoet? Nee. Guido Pallemans? Brunhilde de Wit, aangedaan. Ah, Brunhilde. Zoals bij de ridders. Ja, Brunhilde van de Ridders, ja, kijk. Dat is onze officiële ontmoeting, hè. Maar hij staat dus zo... je ziet dat hij enorm nerveus is om naar boven te gaan. Hè. Dus, hij flapt er zoiets uit. Ik denk dat hij zelf niet goed, zo gezegd, niet goed beseft wat hij moet doen of zijn. Omdat hij, hoe zal ik het zeggen, haastig is... Om zijn collega's uit de nood te gaan redden. Hè. Dus zo dingen zoals Brunhilde van de Ridders. Ik heb dat ook al voor gehad als ik enorm nerveus ben.
dat je zaken zegt die er totaal niet op trekken. Hè? Ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar dat kan wel voorvallen, toch? Hè? Ja, ja. Ik ken wel meer mensen die ergens zijn. Ik weet niet, bij mij loopt is er ooit veel te meer. Want ik ga eerder stilvallen en zeggen van alleen waarom heb ik niets gezegd. Dan dat ik me echt, tezij dat hij herinnert, dingen weet van op het werk, maar dat ik echt zoiets eruit flap. Nee, ik weet niet. Dat niet rap hebben. Ik ken wel veel mensen die zo ja. Ja, ik ken niet graag stiltes. Dus dan begin ik zo soms te bazelen. Ja, en dan is het gewoon veel erger dan gewoon stilte. Ja. Ja. Mijn man zegt dat ook altijd. Je mag niet drinken. Ik ben niet gewoon van veel alcohol te drinken. Maar als je dan een feest of een receptie of zo hebt, twee glazen op, dan begin ik... Hoppla. Wat dingen te zijn. Ik zei, oh nee, zwijg. Zo'n een of ander ridderfeest. Een kalk wijn. Oh, jong. Dan zegt hij van, je hebt weer te veel gebabbeld. Goh, nee. Ik zeg, even of zo. Of een stopwoord of zoiets. Maar in nervositeit, ja, dan kan ik zulke dingen ook wel voor hebben. Of ik zeg nu maar iets, een sollicitatiegesprek of zo. Of als iemand eigenlijk, heb zo mensen die een veel te diep oogcontact maken. En dat zijn zo dingen die mij nerveus kunnen maken. Die zo eigenlijk strak naar u zitten staren, zo ernstig. En dat ik soms zeg, hoe moet ik mij hier nu uitwerken? Want dat is mij hier veel te serieus. Of zo inderdaad, zo een stilte. En ze zitten zo ernstig naar u te kijken. En dan is van, nu verder babbelen of zwijgen. Ja, dat is niet zo tof. Nee. Ja, op dat gebied zijn wel een heel andere persoon dan uw personage daar, want die zie ik dat eigenlijk helemaal niet doen. Nee, dat is waar. Nee, is goed geacteerd, hè? Voilà. Dat is zo eerder een persoon, zo hebben we er ook, die zo veel niet zeggen, maar zolang u blijven aankijken. Ja, wat, maar dat is toch vervelend? Dat is vreselijk, ja. En ik vind dat zo'n schoon voorbeeld. Hij is zo nerveus, hij wil daar de trappen op en dan boenk, hij botst daar op die twee. En dat is puur nerveus gedrag. Hè. Ja, maar voor u maakt dat dan erger. Hè? Zij is iemand die echt zo naar u dan blijft kijken van ja, het is aan u. En als er dan zo iemand lang naar mij dan zou kijken, zou ik al direct denken, hangt er iets aan mijn neus of wat? Ja, voilà. Kijk, hoe dat ze daar kijkt naar mij zo gezegd, dat is zo echt van, goh, joh. En dan die sollicitatie met Alain, dat is ook zoiets, oh nee, eng mens. Nee. Dat is echt wel. Maar het zit fantastisch in elkaar. Hè. Dus, ja. Oh. Gaan we verder kijken. Ja. Ja. Heb je dat gezien? Dat heeft u een hand gegeven en zet er zo een beetje vies van. Hè? Moest dat? Ja, je ziet toch zoiets met je hand. Zo van, Ja, je hand hangt daar nu zo wel wat te hangen. Ja. Goh. Ja, ik weet precies ook niet hoe dat mij moet gedragen. Maar voilà, dat is dan weer zoiets. Maar ja, dat is ongemakkelijk. Ik vind dat goed aan dat personage, maar dat is echt ongemakkelijkheid dat hij overbrengt. Hè. Ja. Ja, voilà. Zo, al dat soort details. Allee, dat zijn signalen die je wel binnenkrijgt als mensen dat doen. Maar ik denk dat dat ook is, omdat ik zie dat hij hem niet op zijn gemak voelt. Hè. Dus ik heb dat door van allez, ik moet dat zo gezegd doorhebben, van dat is hier geen gewoon gesprek. Want die mens gedraagt hem niet normaal op dat moment, hè. Dus het is toch zo. Ja, het is haar eerste ontmoeting, hè. Maar het is ook haar eerste indruk naar hem toe. Eerste indruk is alles, hè. Ja, maar het lijkt mij ook een beetje dat Brunhilde wel degelijk weet ongeveer wie dat Guido Palmans is. Ja, omdat Protu ook hem niet voorstelt. Ja, en ook, ja, waarschijnlijk denk ik dan van, dat is hier een van de belangrijke personen in het bedrijf, en dan komt hij daar zo over. Dus dat klopt niet eigenlijk, hè. Dus ik denk dat zo'n beetje een indruk is. Ik heb wel ook ooit een keer echt een slechte indruk gemaakt. Ik kwam terug uit verlof, en mijn verlof was spijtig genoeg geëindigd met dat mijn kat vermist was. Oei. En ik kwam terug uit verlof, en er waren tijdens mijn verlof twee nieuwe mensen beginnen werken bij ons. En de eerste week dat ze mij hebben leren kennen, was ik eigenlijk wel aan het werken, maar in mijn hoofd alleen maar met die kat bezig. Was ik daartoe? Oh, nee, hij kent ze niet. Nee, het is van achter dat hij er bij ons werkte.
Ik zat er dan ook wel mee in. Ze dus van, allee, dat is, die gaan dat blijven onthouden, dan gaan mij blijven plakken. Hè. Dat ik bezig ben met... Ja, ik heb dat zelf ook wel. Hè. Eerste indrukken van... als ik ergens nieuw kwam werken, dat is nu al lang geleden, maar... Gelinkt ook zo met die eerste dingen dat ze gezegd hebben. Hè. Ja, maar ik heb dat op mijn nieuw werk... Allee, nieuw, ik werk ondertussen een jaar. En dat is een van de... Dus de eerste middagpauze was er een superstil moment aan tafel. We zaten met 10 aan tafel of zo en... Ja, dat was totaal mijn rol niet, want ik was de nieuwe om dat gesprek op te vullen. Maar dan uiteindelijk deed ik dat dan toch. Het was dan... Ja, gewoon omdat ik dat niet tegen kan, tegen zo'n stil moment. En het was net over bevallingen gegaan. En over waar dat iedereen zijn water was gebroken van allee, het was eigenlijk raar. Het werkt precies niet zoveel mannen bij u. Jawel, maar dat waren dus de mannen die dat aan het over water breken. Ja. En dan heb ik dat van mij ook verteld. Ja, bij mij was dat op mijn werk, op mijn bureaustoel. En niemand reageerde daarop. Iedereen zat gewoon zo stil naar mij te kijken. En dan dacht ik, ja, voilà, het is om zeep. Ja. Maar het is goed gekomen. Ja, toen voelde ik mij wel echt de Alain. Ja. Kunt jij ons even excuseren, Guido? Oh, tuurlijk. Jullie staan hier wel goed, hè, bij de deur. Guido. Ah, hopla. Telefoon. Dat is even. Ja, die telefoon ging niet echt, vermoed ik. Hè. Dat is erop gezet. Ja, dat zou wel zo geweest zijn. Ik weet het eigenlijk niet meer, maar waarschijnlijk wel. Hè. Of het zou kunnen, ja, dat er de ene van de cameraploeg of zo dan belde naar de gsm. Maar dat zijn echt details, dat moet ik al ver gaan, hoor. Ja, dat zou ik straf vinden, moest je dat onthouden hebben. Zeg maar, we zien hier nu iemand in beeld. Een andere figurant, was dat dan een figurantenvriendin? Of en keek zij dan op naar u omdat hij een zinnetje mocht zijn? Ah ja, nee, ik denk, ja, dat zal ook wel een figurante geweest zijn waarschijnlijk. Of was dat iemand die in die teambuilding zat of zo, dat kan ook. Ah, nee, dat denk ik niet. Dat weet ik niet meer. Maar dat zal een totale andere figurante geweest zijn. Maar ja, die zal geen call sheet gehad hebben, hè? Dus daar moest hij bij neerlijnen. Ah ja, kijk, maar onze theorie was dus dat tussen u of de die... Ah, ja. nee. En dat je er dan ruzie had gemaakt. Kijk, maar. Was het dan in mijn hoofd? Nee, helemaal niet. Maar ook niet iedereen wil of durft dat, hè? Ja, nee. Niet iedereen... Allee. Ja, maar toch, als je daarvoor inschrijft, dan is dat toch wel uw droom, hè? Allee, droom. In feite hoopt je wel dat je wel hoger op de ladder komt, natuurlijk. Hè. Dat was toen wel, je hebt daar toen al die dag het gebouw verlaten met het idee van oké, nu is het begonnen. Ja. Als ik dat hier kan, dan kan ik ook meer. Hè. Ja, voilà. Dat is eigenlijk wel waar. Hè. En had je toen verwacht dat zodanig een succes ging zijn dat er 20 jaar later 2 mensen nu bellen om er vragen over te stellen? Dat komt volledig uit de lucht gevallen. Ik dacht dat je dat ging verwacht hebben. Nee, maar bedoel, dat doe je. Nee, dat, er hier, dat ik hier nu zou zitten, nee. Maar wel dat een blijvende vorm van humor is. Hè. Dus gelijk dat ik zeg, er komen scènes in die elke week ziet je die 3 op een eiland zitten en dan die andere aan een ander eiland. Dus je verwacht wel dat er enige vorm van repetitief gedrag in terecht komt. Bijvoorbeeld, goh, ik zeg maar iets. Het is nu ja, ook Brits humor, maar dan totaal iets anders. Maar kijk nu bijvoorbeeld naar Keeping Up Appearances, bijvoorbeeld. Hè. Dan weet je ook van ja, het gaat wel een keer gebeld worden naar die zus. En het gaat wel een keer een scène komen met Onslow. En Sheridan gaat wel een keer opbellen. Dus, of ze gaan wel weer een keer zeggen van het is hier niet een Chinese restaurant. Dus je weet, dat komt er alle keren wel in. Hè. Dus dat blijft ook wel grappig. Maar dat is nu ook niet het eerste waar ik naar zou kijken, maar het is wel altijd een keer kolder uiteindelijk. Hè. Maar het eiland, het is... Goh, ik ga niet zeggen dat voorspelbaar is, maar er zit toch wel een zeker gedrag in dat je kunt herkennen in elke aflevering. En ik vind, mocht daar over 50 jaar nog naar kijken, het blijft altijd... Ja, je komt binnen 50 jaar ook die situaties tegen, hè. Voilà, het zijn dingen die je effectief wel kunt tegenkomen in een bedrijf, uiteindelijk. Ja, natuurlijk niet als ze mijn vogelpiek in je hoofd gaan.
Dus een volgende groep kan smijten. Maar er zitten dingen uiteindelijk in. Iemand die ergens terechtkomt en moeite heeft om hem aan te passen en zo. Dat zijn dingen ja, die denk ik iedereen wel een keer hier of daar tegenkomt. Hè. Is niet op het werk, is dan misschien in een vriendenkring of zo. Of, ja, zeker. Allee, ja, of kan u maar zeggen, hier, mijn man en ik hebben het alle twee meegemaakt. Gescheiden, hè, en daar is uw vriendenkring. Hè. Ja. Wie mocht je nog uitnodigen? Wie ga je nog opbellen? Dat zijn moeilijke situaties. Oh, dat zie ik niet zitten. Dus, allee, dat is moeilijk, hè? Ja, dat is ook zoiets van een aanvaardingsproces probleem geweest bij mij. Hier, als ik bij mijn man terechtkom. Ja, mijn man is ergens arts. Dat is ook een publiek figuur uiteindelijk. Hè? Dus dan komt daar een andere vrouw bij terecht. Oh, wat dan kan je allemaal moeten... Zeker dan... in een dorp. In Oosteeklo, je weet wat dat is. Hè? Dus ik ben afkomstig uit Locristi, dat is een stadse mentaliteit. Ja, Locristi, dat is nu stad uiteindelijk. Hè. Dat is, ze zeggen al uiteindelijk, Gent is voorstad van Locristi. Oh, je kunt daar niet meer doorrijden zaterdag, dat is viel. Hè. Ja, Locristi is toch gewoon één doorrijdende... Nee, dat is gewoon de Antwerpse steenweg. Dat is een Antwerpse steenweg. En hier komt geen, ja, ik noem dat ja, een plattelandsdorpje, hè, dat heeft zijn charmes. Maar wat is hier in het begin die allemaal over mij gezegd hebben? Dat is verschrikkelijk. Ja, maar dat is toch ook wel een hoogwaardigheidsbekleder, hè? Van een jongens, dorp. Oeh, maar die konden dat niet aanvaarden. Meneer dokter. Ja, meneer dokter. Ja, dat is zo. Meneer dokter. Maar hier is dat gewoon Stefan. Hè. Hier op platteland is dat Stefan. Hè. Maar in Locristi is dat, oh, meneer, een dokter. Hier is dat, oh, Stefan. Maar ik ben dan voor mijn man beginnen werken. Hè. Ik doe meer, ja, ook... Mijn grootste werk is eigenlijk hem assisteren, vooral in de telefonie. Hè. Dus ik neem... En nu, ja, nu werken wij sedert corona enkel nog op afspraak. Hè. Ja, want het is te gevaarlijk voor hier, Hans, de wachtkamer vol. En dus, ja, die telefoon staat niet stil. Hè. En nu aanvaarden de mensen dat al, maar in het begin was ik moet een dokter aan de lijn en bla, bla, bla. En jij bent niet goed. En dat heeft jaren geduurd. Echt waar. Tegen dat ze uiteindelijk wel toch beseften van, ja, kijk, we moeten eerst maar spreken. Hè, en de dringende gevallen worden doorgestuurd. Ja, je kunt niet constant... Zeg mijn man, ja, als jij naar de kliniek belt, naar de specialist, krijg jij ook niet de specialist aan de lijn, hè, maar is de secretaresse uiteindelijk. Ja, tuurlijk. Mijn man die doet zodanig veel verschillende dingen. Ik zeg maar iets, simpelweg bloed afnemen. Je kunt niet beginnen bellen, neem de telefoon een keer op. Nee, dat gaat niet, hè, gewoon, dat gaat niet. Mensen moeten dat begrijpen, hè, dat niet zomaar het geval meer is. Het is niet simpel, ook op dat vlak in privé. Zo die dingen. En dan ja, de vriendenkring natuurlijk. Of patiënten. Je hebt ook patiënten nee, die daardoor wegblijven uiteindelijk na een scheiding. Ja, dat gebeurt ook. Hè. Dus dat is, er wordt zodanig veel verteld en geroddeld in zo'n dorpje. Dat kun je niet voorstellen. Allee, je zult wel weten uiteindelijk als je ook van die streek bent. Dat is zo. Dat is echt wel zo. Ja, ik zeg, in welke mate vind je dan dat Linda een geloofwaardig figuur is? Die ook naar het werk gaat en midden in een scheiding zit. Ja, maar ja, kijk. Goh, je ziet ook daar toch wel een zekere problematiek. Ze stort daar dan op haar kunstwerken uiteindelijk. Hè. Maar het is, ja, je ziet daar toch wel. Ja, ze zit ook wel in de put. En ze mag daar dan een keer gaan eten. Hè, als ik er toen ook naast zat. Van, maar Linda is wel... Een totaal ander type, dat is een boomknuffelaar. Hè? Dus zij stort daar dan meer in de mindfulness en in de wat is, yoga en mediteren. Wat doet en zo. Die yoga doen, Linda? Ja. En ik zo, toch, yoga weet ik niet, maar zo... Ja, die, ja, zo met stenen en al zo. Die, ja, stenen en bomen. Ze was specialer dan yoga, toch? Hè? Ja. Zo. Mensen die in hun eigen wereldje leven, die zijn zo niet down to earth eigenlijk. Hè. Die zitten met hun hoofd. Allee, als je dan ziet, ja, zat dan op een bepaald moment toch vroeg ze in dat restaurant, daar dat broodje kreeg, vroeg ze toch nog naar een ander glas wijn. Ze had dan toch wel een beetje te veel gedronken eigenlijk. Hè. Een beetje. Dus, ja, wel, het is toch. Ze zien het wel moeilijk daar toch ook. Hè. Ja. Dus. Je ziet wel dat ze midden in een moeilijk proces zit. Dat is wel feit. Dus ja, ze pakt ook mee naar haar werk. Hè. Dus, ja. Ja,
ja, moet. Maar ja, het is geen dat ik daar zei van in het begin, dat aanvaardingsproces. Je kunt niet zeggen van ik zit hier in een scheiding, pas in een scheiding of midden in een scheiding. En je pakt dat sowieso mee. Je kunt dat zo dingen niet echt zeggen van werk en privé gescheiden houden. Dat is niet zo simpel. Hè? Je moet daardoor. Dat is uiteindelijk een rouwproces, toch? Hè? Kunt je niet zomaar van je afzetten. Dat heeft tijd nodig. En dat ze überhaupt eigenlijk haat werken, nee? Dat is al ver. Want je hebt veel mensen die dat totaal psychisch niet aankunnen. Hè? Ja, dus, maar in die tijd was al toch minder getolereerd. Hè? Zo burn-outs en... Allee, ja, dat werd toch minder... Oh. Dat bestond ook niet, die termen. Nu heb ik daar dus op mijn werk ook mee te maken. Met emo-eters bijvoorbeeld. Hè. Dus als mensen bij mij komen van... Ja, ik zou toch wel willen vermaken. Dan eerst is dat een intakegesprek. Hè. Dat duurt soms een uur, twee uur afhankelijk. Als mensen dan zeggen... van, als ik dan vraag van... Ja, hoe komt het? Wat is er gebeurd? Dan zeggen ik zit in een scheiding. Ja... Dan kan ik niet beginnen zeggen van ja, maar ja, je mocht dat en dat en dat niet meer eten of zo. Hè? Dat gaat niet. Dan moet je eigenlijk die mensen eerst psychisch gaan begeleiden tot wanneer dat ze zelf zo ver staan van ja, nu zie ik het wel. Je kunt niet midden in een scheiding, wat je hoofd staat dat echt totaal overhoop. Hè? Je kunt niet beginnen eigenlijk... Trouwens, het woord dieet, dat wordt bij mij echt niet uitgesproken. Dat is echt wel mensen coachen totdat ze... er klaar voor zijn om hun levensstijl te veranderen. Hè? Want ik zeg ook altijd, je gewicht verliezen is niet moeilijk, hè? Maar het behouden. Snap je wat ik wil zeggen? Dus je gewicht, wilt jij 20 kilo afvallen? Oké, okay, kan daarvoor zorgen. Maar gaat dat zo blijven? Dat is dan de hamvraag. Hè? Ja, dus, ham. Ja. Low-fat hamvraag. Ja, het is nu wel een serie over emo eten. Hè? Een fictieserie. Ja, Albatros, zei je dat al gezien? Albatros? Nee. Ja. Nee, dat het gaat op één komen, ik heb het op streams gezien. Ah, ja, staat 14 nu ook. Hoor. Staat er al? Tanja zit daar ook in, hè? Tanja speelt daar ook in mee, hè? Inderdaad. Tanja daar speelt, nog... Ja, speelt daar ook in. Inderdaad, daar gaat het, inderdaad. Ja. Ik dacht, ja, ik heb het nog niet gezien. Ik zat in feite, ja, ben wel van plan om daar zeker naar te kijken. Het is met Benny. Ja, Benny, inderdaad. Ja. Maar het is een zwaar proces en ik zeg altijd, het is een strijd en ik ga je levensstijl veranderen of proberen te veranderen en dingen aanpassen, hè, want in feite mocht je alles eten, maar je moet weten hoe en hoeveel en wanneer. En zo probeer ik dat toch uit te leggen. Dat is misschien wel een leuke anekdote van in de periode dat Eline bij ons werkt, heb ik dat ook een keer aangepakt, mijn eetgedrag. Ah ja, dat is juist. Dat was zo ineens. Ja, en Eline had juist iets aan je been had en zo. Je was lang weg geweest. Ja. Juist dan. Ja, dus ik kom terug na vier weken of zo zeker. En, ja, dat was Hans Schalaf. Een ongelukske had of zo. Nee, van Christophe was ik heb een keer op een paar maanden tijd 15 kilo afgevallen. Oei, kijk, voilà. Wat is dat? Het was nodig. Allee, van overgewicht naar het juiste gewicht. En is er afgebleven? Ja, toch? Op 2 kilo na, ja. Dus ja. Dat is wel, hè. Ja. Ja, kijk. We gaan de tweede scène, waar hij meespeelt, een keer analyseren. We zitten wat verder in het verhaal. Guido, zijn werklunch is afgelopen. Eindelijk, hij is buiten geraakt. We hebben ook gezien... Nee, ik heb dat eigenlijk gezien, dat hebben we eigenlijk niet besproken. Maar er is eigenlijk een deleted scene. Maar als je er rekening mee houdt dat wel echt gebeurd is, is dat omdat dat 2 uur is dan, dat hij zo als eerste wegloopt. Dat hij zegt, ja, tegen Gommer zegt hij, ja, hè, time management. Dus hij loopt naar buiten. Ah nee, dat is dan niet. Ah, ik zit nu ook te pijzen. Ja, sorry. Opnieuw. We zijn aan scène 2. Guido heeft net staan bellen op de gang met Michel, maar Michel zijn verbinding is uitgevallen. En dan komt er weer iemand in beeld. Ik weet niet wat ik moet doen, jong. Ah, Brunhilde. Ja? Sammy, de deur. Ja, het was met Sammy dat hij gebeld heeft. Brunhilde passeert. Je hebt daar eigenlijk een belangrijke sleutelrol in het verhaal natuurlijk wel, hè. Dus hij ziet u passeren en ik vind dat wel vrij vriendelijk, zei tegen hem. Ja, ze hebben hem net ontmoet. Ze moesten daar weg daar nog een beetje vinden, hè, Christophe.
Ja, het geeft ze wel het gevoel van, ah, hij is niet volledig afgegaan. Je ziet daar heel, je ziet daar heel uw schwung die je daar hebt en zo van, ja. Guido heeft nog, allez, heeft nog kans om een goede indruk te maken bij sales. Het is een beetje troostend. Zo, ja. Hè? Ja. Ja. En ook, ook wel wijs om nog een keer te zien dat in 2004 ook de 7/8 broeken in waren. Dat was een warme dag. Ik denk dat... Ja, wacht eens. Ik denk dat mei was of zo, als ik me goed herinner. Dus ja, kijk. Lente, zomerweertje. Dus, maar dat is echt... Dat is meer dan een half jaar opgenomen voordat is uitgezonden. Ja, dat is wel waar. Dat is uitgezonden in februari of zo, die aflevering. Ja, tegen dat dat allemaal goed gemonteerd is en zo. Ja, ja, het moet mee. Wat ik zei, ik was nog maar pas, waren in maart. Ik was in maart samen met mijn man. En ik denk dat een paar maanden later dat ik dat gedaan heb. Dus ja. Want ik verjaar in april, denk dat dat truitje een verjaardagscadeautje was. Ah ja, hij had van eerst keer gezegd van, hier zie je heel kijkend Vlaanderen maar uitzien. Ja, ja, ja. Christophe, moest er zo'n soort van hard rock café bestaan, maar dan voor eilandfans, zo met gitaren, ingekaderde gitaren en vestjes. Zou die trui zit er wel bij. Zou het er toch ook wel mogen hangen, hè? Ja, mogen we je dan contacteren als we zelf zo'n eilandcafé beginnen? Voor een truitje te doneren? Ja, ik ben wel al naar een café zo geweest van de Ramones, hè, in Duitsland. Ah, ja? Dan heb je de Duitsers hebben dat ze de CBGB's nagedaan. En daar hadden heel Ramones museum. En dat is alles echt zo, alles zo plektrums en jasjes en vestjes en zo, allemaal origineel. Dus ja, van Thailand zou je dat ook wel kunnen doen. Hè? Ja, en dan hangen we je truitje op. Ja, dat vind ik wel. Ik zal het verkopen voor wie haalt. Dat truitje verdient al sinds wel een plaats in dat museum. Fictief museum. Als je een tijdelijk museum doet, dan wil ik dat wel een keer afgeven. Want dan moet er zo'n speciaal muurtje zijn voor Brunhilde. Dus, ja, wel, allemaal. Hè. Het zijn er veel, hè. Oh, Tony Payard. Tony Payard moet ik nog hebben. Ja. Ken de Tony Payard? De Wisser. Nee, ook seizoen een van de... Seizoen 2. Ah ja, ja. Maar ja, we zitten nog zo ver niet. We zijn nog uit aan het lopen. Een van de figuranten ook of zo. Meer dan een figurant. Nee, het is echt een bijrol. Ja. Hij komt in meer... Allee, in seizoen 2 komt hij, maar ik vind... Eigenlijk in elke aflevering, maar dat mogen we het nog niet. Ja, nee, seizoen 2 wil ik zoveel mogelijk mijden. We zitten nog zo ver niet. Nee. Maar zo wel bijrollen van... Maar ja, sommigen zijn zo... Gelijk Nathalie Meskens en Koen de Graven. En die spelen allemaal zo minuscule rolletjes. En die zijn pas daarna allemaal veel gekender geworden. En dan heb je ook zo anderen, gelijk Gommer. Gommer is die een instructie, die leraar in, van time management. Maar wij spreken die naam aan met zijn voornaam, ja. Omdat wij denken dat wij hem kennen. Ja, hij werkt in Tent in Gent en Lien woont daar vrij dichtbij, dus dat is een maat van ons. Ja, kort samengevat. Ja. Ja, wat gaat er nog, hè? Zo van die, ja. Dat zijn ook allemaal personages, maar die hebben geen naam, hè. Maar dat meisje dat solliciteert wel ook, hè, trouwens. Ja, dat ik toen over had, die aflevering is ook al een anderhalf jaar geleden dat ik die gemaakt heb. Dus zo ver zit dat niet in mijn geheugen. Ja, misschien kunnen we wel nog een puntje dat we nog wel over hebben. Sorry dat we nog een keer over uw kinderen beginnen, maar misschien dat hij... En het hierop? Omdat ik dat toch fascinerend vind om nu te zien, nu dat ik zelf een beetje met het eiland bezig ben en publiek aan het zoeken ben, en ons publiek van onze podcast lijkt gelijk echt vooral twintigers te zijn. En het eiland lijkt echt, als ik ook kijk op, naar de fangroep op Facebook, de grootste... ook daar zie je altijd zo twintigers, zo studenten of net, ja, of net afgestudeerd. Ja. En dat ik mij afvraag, waar is dat begonnen? Dat zij dat, want dat is niet op tv geweest. Ja, hoe komen die dat te weten? Hoe komt dat zij dat helemaal van... Want ik ben niet zo supergoed in die quotes. Ik zeg die altijd net verkeerd. Ik zeg bijvoorbeeld, kunnen we dat afspreken? Waarvan willen we dat afspreken? Willen we dat dan zo afspreken? Maar dat gebruik ik ook nog altijd. Ja, maar ik zeg hem verkeerd. Willen we dat dan zo afspreken, alstublieft? Ja, maar kijk... Ja, ik zeg, maar daar zitten er zoveel bij die dat...
Ja, ja. Hoe heb jij dat bij je kinderen zien ontstaan? Dan zei dat, maar ja, hij heeft ze natuurlijk doen verplicht om te kijken. Verplicht niet, het was van moeten, hè. Maar jij moest. In het eiland. Maar nu ook. Allee, ik heb het al dikwijls gezegd, moest ik doen. Allee, ik zeg het maar iets, 5, 6, 27 jaar geleden. Als ik toen alleen viel, maar die mogelijkheden waren er nog niet. Nu dat ik, bijvoorbeeld, ik kook heel graag. Hè, maar tik, 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 je tikt iets in, recepten, dit. Of je zegt, ik heb dat nog in mijn ijskast liggen. Je tikt in, hup, ik heb bijvoorbeeld champignon, spinazie, boem, en je vindt een recept. Ik zeg nu maar om een voorbeeld te geven. Maar de mogelijkheden waren er nu niet. Maar als jonge gasten nu, bijvoorbeeld YouTube of allerlei streamingdiensten, maar je vindt dat direct terug, hè. Dus het is zo bereikbaar allemaal. Ja, dus... maar niet alle series van 2004 worden nu bekeken door twintigers, hè. Ja, allee, maar... Flieken was toen volgens mij ook nog op tv. Ja. Ik wist niet dat ze dan naar kijken, hè. Ja, maar... Ja. Dus, maar ik ben maar nu, dat is mijn, ook mijn... omdat het te langdradig is, denk ik. Ja. Kijk, mijn man heeft dat nu, dat mijn zoon hier woont, heb ik gezegd, ja, de zaterdagavond houden we dan zo een filmavond. En mijn man heeft nu voor het eerst de Harry Potters gezien, bijvoorbeeld. Hè? Want dat is ook dat je ook gemakkelijk kunt terugvinden, natuurlijk. Hè? Ja, hè? Amazon of die dingen ook, streamingdiensten. Maar ik denk dat, of is nu van omdat de ouders er ook dikwijls iets over zeggen, van kijk, in mijn tijd was dat, dat ze er toch een zeker interesse voor hebben, voor dat soort humor. Maar je moet er uiteraard wel voor vinden. Ja, ik ben wel naar Fawlty Towers beginnen kijken door mijn ouders, ja. Dat is wel waar. Ook iets, dat is iets dat hem altijd maar herhaalt. Ja, het blijkbaar is Thailand de Hoek zoiets, want veel andere series, die nieuwe generaties, checken jij dan niet? Komt niet meer op tv. Bijvoorbeeld als je nu zegt, kijk, elk jaar opnieuw, als thuis stopt, hup, de kampioenen, hè. Dat is ook zoiets. Ja, die worden ons opgedrongen wel. Hè. Ja, dat wordt opgedrongen. Ja, maar Thailand totaal niet. Dat is echt volledig moet toch zijn, op eigen initiatief, hè. Ja, dat is eigen initiatief. Gaan ze daarnaar op zoek? Misschien. Horen ze het van iemand die er interesse in heeft? In ieder geval, het is een vorm van humor die gemakkelijk te volgen is, hè, dat repetitieve terug in. En ik denk dat toch wel... Het is... Volgens mij is dat iets dat iedereen kan boeien. Iedereen die een beetje een goede vorm van humor heeft, die kan hem... Maar kijk, als ik het zei tegen een van mijn pluszonen dan, die hier maandag kwam, en ik vertelde het, wijs, is dat dan aan zijn vrouw te vertellen? Want dat is... We hebben hier twee Erasmus-koppeltjes, hè? Een Zwitserse en een Poolse. Ah, ja. Oei, die kan dat totaal niet. De Poolse vrouw te vertellen, maar door fan. Hij zei hier, een DVD-box. Ik zei, ja, hup, en hij ging het daar een keer. Maar ik zeg, je kunt het gewoon vinden op YouTube. Hè. Tik in die aflevering, je kunt het bekijken. Dus hij zal het daar ook wel een keer tonen. Maar natuurlijk, voor een Poolse, maar spreekt perfect Nederlands ondertussen, hè. Maar ik vraag me eigenlijk af dan... Of dat die cultuur, want het zijn dus, het is een totaal andere cultuur, hè, de Poolse cultuur, wat dat die daar zouden van vinden, dat zou ik eigenlijk wel een keer willen te weten komen. Ja. Maar ja, dat is, wat voor tv-programma's dat daar te zien zijn, ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is een keer het proberen waard, hè, om dat voor te leggen aan andere streken. Ja, het is wel iets vrij tijdloos aan. Het is heel raar, want... Dat is heel raar, omdat gsm's zien er nu helemaal anders uit, computers zien er anders uit. Voilà. En toch, ik weet het niet, toch is het eigenlijk dingen uit de weg gegaan die het gedateerd maken. Het allerenige dat echt gedateerd is, is dat K3 nu drie andere namen zijn. Dat is wel... Ja. Dat zit in de trivial time, hè. Dat is, ja... Maar het is inderdaad iets... En ik denk dat gewoon iets is dat bij iedereen... Pas op. Niet iedereen gaat dat kunnen. Gaat daarvoor te vinden zijn voor het eiland. Hè? Maar inderdaad, het spreekt blijkbaar nog altijd de jonge mensen aan. Kijk, mijn pluszoon ook, die was toen in de tijd. Zijn vier kinderen bij mijn man. En die zijn ondertussen ook al in de 30, maar die vinden dat ook nog altijd plezant. Dus, en vroeger ook al. Dus ja, het is iets blijvend. Ik kan het niet omschrijven, maar dat is goed voor Jan Helen natuurlijk. Hè. Ja, dat is alleen spijtig voor hem dat op YouTube te zien is, natuurlijk. Ja, inderdaad. Maar, ja, alleen spijtig voor hem, alleen spijtig voor zijn portemonnee, denk ik. Ja. Want tegenwoordig kun je... Het is een keer verwijderd geweest, het staat er nu weer door een ander. Ik vind het raar dat je het kunt vinden, want ik zoek soms films op
En films moeten al ouder zijn dan 20 of 25 jaar vooraleer dat ze kunt vinden op YouTube. Want er is al veel, veel verboden ondertussen. Hè. Ja. Dus ik vind het eigenlijk vreemd dat je dat wel kunt terugvinden. Dus ik weet niet hoe dat komt, maar ja, is dat goed, is dat niet goed? Ik weet het niet, maar in ieder geval heb ik zo hier nog een keer de aflevering van De Lente kunnen bekijken. Want de box staat bij mijn ouders thuis. Dat kan daar nu ook niet voor alles meer terecht, hè, van tegenwoordig. Dus ja. Of zet het een keer aan de deur. Hè. Ik ga erom komen. Ja, maar het is een fascinatie van mij. Echt, de filmwereld. Goh, daar kan ik veel over vertellen. Maar het is een boeiende wereld, gewoon weg. Je hebt daarnet gezegd dat je in de ronde ook hebt gefigureerd. Hè? Waren dat dan de enigste twee series? Oh, nee. Van Jan Eelen dan? Van Jan Eelen wel, ja. Van Vlees en Bloed, dat was niet van Jan Eelen. Hè. Maar kom je daar ook in? En in de kermis? Nee, in Van Vlees en Bloed. Of staat ik recht in hun benen, hoor? Nee, Van Vlees en Bloed zijn we heel goed te zien met mijn man samen. Hè. En dat heeft ook een ganse nacht geduurd. Hè. Zou ik denken dat is hier op 1, 2, 3 geklaard. Maar nee, dat was ontbijt en avondeten. In die scène dat dus Sien... dus ze zijn op weekend naar Thermé Palace Hotel in Oostende. Hè. En ze zitten aan tafel en zij komt af. Ah ja, aan die rare. Blauw pilletje. En dan zegt hij van... Oh, ik heb je bedrogen met een andere vrouw. En muziek begint te spelen voor een huwelijksverjaardag. Juist, ja. Ik heb dat te weinig gezien. Ja, dan zitten wij daar uitgepikt uit wel 200 figuranten of zo. En dan het waar zit de Hulder daar dichtbij? Ja, Daafke er juist naast Lucas. Ja, je kunt heel goed zien. Zeg. En dat heeft eigenlijk een ganse nacht in beslag genomen. En wij waren thuis, denk rond 7:30. En waarom moest dat s'nachts? Ah, dat was nacht. Maar ja, dat was een avondscène. Ja. En ze hebben dan die nacht ook de ontbijtscène gedaan. Dus dat was in één keer... We moesten daar om 4:30 zijn. Maar ja, je weet ook niet hoe lang duurt dat. Hè. Dus ik zeg, dat kan 20-30 keer zijn dat ze diezelfde scène moeten opnieuw doen. En ook ja, van verschillende standpunten ook weer. Hè. Dus Daafke, dan de muziek, dan Daafke ernaast. En dan de dansers. En dat duurt... Uren en uren. Dat heeft en hadden we al eten gekregen, echt, zo aan die tafel. Er stond eten voor onze neus, maar we mochten daar niet aankomen, hè. Oh, allee. Maar ervoor als we de cateringtafel. Dat was ook niet om over naar huis te gaan. Dan kwamen we maar honger thuis, eerlijk gezegd. Oh. Ja, maar ja, dat is... Allee, dat is wel spijtig, want ik heb ergens gelezen dat er ooit een prijs is uitgereikt aan beste productie. Allee, het productiehuis dat het meeste zorg draagde voor zijn figuranten. En dat was dan Woestijnvis. Woestijnvis? Ja. Ik heb dat, vandaag heb ik dat ergens gelezen. Maar dat is toch ook van Woestijnvis, hè? Van Vlees en Bloed? Ja, dat kan niet anders. Ja. Maar het is niet van Jan Eelen, het is van Tom van Dijk. Ja. Maar pas op, je mag niet altijd klazen. Er zijn echt momenten, like in de ronde... dan stonden er wel altijd tafels met broodjes en zo. Maar ik zeg, dan moest dat geluk hebben dat je aan je broodje geraakt. Nee? Want zoals ik zei, hè, er zijn mensen die voet de chacoche binnen. Ik had eigenlijk wel gewist, waar komt hij in de ronde? In de ronde, ik ben 5 keer geweest voor de ronde, maar ben geen enkele keer in beeld geweest. Oh. Nee, maar zoals ik zei, daarvoor moet je het ook niet altijd doen. Hè? Nee. Maar als ik daar echt 5 dagen gezeten heb... Maar, Eén keer in die scène dat Johan Heldenberg zo ruzie maakte met zijn buren. Dat was nogal. Maar zijn pistool. Nee, hij schiet niet. Ja. Dan liepen we daar ook in straat en in het café ook met Koen de Graven. En. Maar jongens, toch ben nu zijn naam. Stefan de Hand. Hè? Ja. Ze zitten daar in het café, want ja, Koen rijdt rond met hem. Hè? Dus. En op een bepaald moment zeiden ze van, ja, willen we nu de koers uitkijken hier in het café? Hey, want ja, ze waren uit de ronde gesmeten, hey, omdat hij naar het toilet moest. Hey, daar Stefan de Gant. Hey. Oh, je moet kakken, nee, weet je nog? Ja. Dus hebben ze op een bepaald moment gezegd van, kom, we gaan naar de koers kijken. En dan zat ik daar ook wel naast.
Maar ja, moet dat nou lukken? Ja, als ze zo'n close shot doen, dat je dan ook in beeld komt. Weer een uitdaging voor de luisteraars om Brunilde de Wit te spotten. Hè? Ja. Al een reeks kunnen opnoemen ze. Maar je bent erbij geweest. Hè. Maar het kunnen echt wel, kunnen wel vermoeiende dagen zijn. Op een dag van de Ronde van Vlaanderen zelf hadden niet moeten meedoen. Nee. Ja, daar gaan ze geen figurant mee zetten. Hè. Nou, nee, dat waren er genoeg, denk ik. Ja. geweest, hè. Die, het zijn figuranten wel geweest die dan in die VIP-tent moesten staan, zogezegd. Ah, ja. Ik heb dan een keer gehad. Maar ik herinner mij nog goed, want ze hebben dikwijls figuranten nodig die hun kunnen gedragen, zoals dat hoort natuurlijk. Hè. Ik heb dat keer meegemaakt in het geslacht De Pauw. Dat we in, nou, in... daar hebben zij ook in gefigureerd. Ja, maar je zegt dat zo, lijkt dat dan niks is. Ja. Maar daar was mijn man ook mee. En dan als je dat gezien hebt, dat ze een keer zo verkleed waren voor carnaval, zogezegd. En oh, Bart veel. Was Spaceman, Batman of zo zwart pak. En ze moesten effectief binnenvallen op een bestaand personeelsfeestje. Hè? Dus dat was in zaal Horta in Antwerpen. En ze hadden figuranten nodig op dat personeelsfeestje, zogezegd, die wisten wat er ging gebeuren. Want ja, echt personeel. Ze zeiden, wat gebeurt er hier nu eigenlijk? Hè? Maar wij moesten ons eigenlijk normaal gedragen. Ik hoop dat dan wel normaal was dat die daar binnenvielen. Hè? Dus wij mochten daar ook mee eten op dat personeelsfeest. Wij waren zogezegd... Ja, daar wel. Oef. Dat bureau of zo. Daar wel. Ja. Dus, en wij wisten van, ja, kijk, over 5 minuten gaat er hier een bende binnenvallen. Maar dat was echt wel plezant. Dat was ook wel heel en, top. En dan zijn het effectief goed in beeld geweest. Ja. Dan dus, ook. Dan stond en dat was in 2004 of 2005. Ja, dat is rond dezelfde tijd. Dan zag hij er exact hetzelfde uit als Brunilde de Wit. Dan zal ik er zoiets uit gezien hebben, Dat is toch een keer om te bekijken, denk ik. Ja, dat was... Ik weet nog goed, het was zo grappig, want mijn man, zijn achternaam is De Bok. En hij kreeg daar bokpils. Dus hij vond dat grappig voor dat glas zodanig te dragen. Een bok. Lijkt dat het een naamkaartje was. Ja. Dat is wel grappig. Maar dat heeft ook wel verschillende uren geduurd, hoor. Want maar dat kun je maar, als je dan zou intikken, maar god, het was zo... Die moeder was verkleed en dan... Ja, als een konijn, of zo'n roze konijn of zo. Ja. Kijk, voilà, die aflevering was, ja. Dat was, ja, eigenlijk wel weinig dingen meegemaakt. Dus, had hij al veel zo'n VHS-speler zo geprogrammeerd klaarstaan had voor uw rol op te nemen? Mijn ouders die namen alles op, hè. Oh. Ja, maar in die tijd had ik dat zelfs niet, dus ik vroeg dat aan mijn ouders. Van. En mijn vader is nu, hij had mij dat beloofd voor een bepaalde verjaardag met nulleken achter, maar we zijn nu al 12 jaar verder. Hij had beloofd, ga een keer alles wat ik hier heb van uw figuraties een keer op 1 DVD zetten. Allee, dus dat... uw showreel. Je hebt dus geen showreel. Gaat die al dat figureren al vanuit welke passie komt dat eigenlijk? Dus ik heb mijn vader is dus altijd acteur geweest, semi-professioneel. En als kind heeft dat er wel al ingezeten, in de treinen en zeilen van de theater- en filmwereld. En voor mij, zeker nu ook met een drukke job, een van mijn grootste vormen van escapisme, noem ik dat dan, is echt wel geboeid naar een mooi verhaal zitten kijken. Hè. Dus mij eigenlijk echt beheven in de filmwereld. En dat gaat dus zodanig ver. Hè. Dus mijn twee grote passies. Hè. De eerste voeding, de tweede film. Dat als we dus op reis gaan, is dat dus niet bijvoorbeeld om aan het strand te liggen of zo, maar is dat echt wel om wereldwijzer te worden. En heb ik mijn man al zo ver gekregen, hè, want eerst vond hij dat een beetje gek, maar nu gaat hij er volledig in mee, om echt wel filmlocaties op te zoeken. Hè. Daar ben ik dus echt wel begeesterd van. Hè. Dan kijken we naar een van mijn lievelingsfilms, zoeken we het op, gaan we naartoe, keren we terug, kijken we nog een keer naar dezelfde film. Maar, even een voorbeeld. Zijn al in de stad van Back to the Future geweest? Een voorbeeld. Dat is mijn zoon zijn lievelingsfilm. Hè? Nee, maar een voorbeeld. Mijn lievelingsfilm is La Vita e Bella. Dat vind ik een prachtige film. Hè? Dus zijn we echt al tot in Arezzo geweest. En daar heb je echt een wandeling, een La Vita e Bella wandeling. Met allemaal gietijzeren, zo pancartes eigenlijk, met dialogen in. Van Maria la Chiave en zo. En
kun je dat allemaal bezoeken. En bijvoorbeeld... En dat kamp ook dan, of niet? Dat bleef. Het komt dat ook zo'n kamp in. Nee. Dat bestaat ook nog, hè. Dat is ergens in een totaal ander gebied. Nee, want er is een gebouw, dat is ergens op een fabrieksite of zo, dat gespeeld is. Dat komt ook zo'n Duitser. En voor het Captain Corelli's Mandolin, ik weet niet of je die film ooit gezien hebt met Nicolas Cage en Penelope Cruz. Nee. Daar zijn we voor naar Kefalonia, dus eerst naar Athene, dan met een propellervliegtuigje naar een eiland, Kefalonia. Allee. Ja, echt waar. We zoeken het allemaal op. Er was een steigerke in die film en een restant van dat steigerke is nog te vinden. En dat hebben we eerst met een huurauto gevonden. En de dag nadien hebben we een boot gehuurd. Hey, dat was mijn man, mijn captain. Hey. En op een bepaald moment, we waren daar dus nog nooit geweest, hey. Op een bepaald moment zegt hij, kijk, als we hier achter die bocht varen, dan gaan we dat steigerke zien. Ik zei, allee, dat kan toch niet? Ja, effectief, voem. Die had toch dat gewoon... Is wel wijs, hè. Ja, dat is een vrijwijs hobby, toch? Ja, ik heb wel voor bij mijn eilanddingen al meerdere keren in Google Street View door het Horizon Park gereden. Echt, Ierland, Engeland. Ja. Ik zeg nu maar iets. In Polen, Schindler's List, de fabriek van Schindler's List bijvoorbeeld. Ik zeg nu maar dingen dat je zegt van, je kunt zo gek niet bedenken. Londen natuurlijk ook veel. Maar, zijn we aan, daar... aan de Vloeibergtoren geweest? Ja, tuurlijk! Voordat hij afgebroken was. Cowboys, ook een van mijn favorieten. Hè. Maar voor de voeding ook. Hè. Als we op reis gaan, we kopen de Michelin-gids. En we kijken, ja, voedingscultuur, uiteraard interesseert mij dat. Kijken we, wauw, wat zijn de hotspots en zo. Tot zelfs dingen eten die mij totaal niet aanstaan. Hè. We zijn naar Coimbra geweest in Portugal. En dat stond erin, ja, hotspot, een klein bistrootje in het centrum van Coimbra. Daar heb ik varkensoren gegeten. En dan zei ik, dat is totaal niet lekker. Maar je moet dat doen, cultuur meepikken. Maar de filmwereld, dat is voor mij, dat is het vanuit. Hè. Dat boeit mij zo. En het is daarmee dat ik dat ook doe. Niet direct voor dat figureren zelf, maar gewoon, hoe wordt dat allemaal gedaan? Hè? Dat vind ik fantastisch. Films. Mijn zoon en ik ook, hè, we zitten te kijken van... Ik zeg nu maar Harry Potter. Hoe doen ze dat toch? En dan zoek ik dat op YouTube. Hè? Dus hoe maken ze die bepaalde scène? Daar kan ik mij uren mee bezighouden. Dat is daar gek, weet je wel wat van, hè, Christophe. Ja. Die broodscreens en zo. Allee, hoe doen ze dat? Hoe vliegen ze dat? Die behind the scenes, hè, dat vind ik echt... Een van de boeiendste werelden die er maar is. Hè. Dat zal mij altijd blijven fascineren. Dat is, ja, hoe steken ze toch allemaal in? En ja, nu buiten, ja, ik zeg nu maar 50 jaar geleden. Maar ja, het is een passie en het zal altijd zo blijven. Ja, ik vind het dan wel een beetje jammer dat ze die locatie specifiek van het eiland niet meer weet. Van, ja, ze ja, dan toch zo mee bezig zijn. Ja, god, jongens, toch. Oh, ik zou dat. Ik ben nog altijd bevriend op Facebook met de Koen, hè? De Koen. Ja, Koen had dat nog weten, hè? Ja, achteraf kwam dat dan op, hè, Facebook. En het was ooit een keer een reunie. Het was dat voor een goede doel. Ons jeugdhuis eigenlijk, Hello Christy Lodio, deed nog een keer een... Dat ging afgebroken worden. Ken je dat, de Lodio? Ja. Locristi denkt jong, hè, wou je dat zeggen. Ze gingen dat, dus de voorhevel staat er nog, maar dat binnenste ging allemaal afgebroken worden. En ze gingen nog één keer een reunie doen met de oud-leden. En dan hebben ze de opbrengst van die avond gedoneerd aan het goede doel, aan de ALS-stichting, waar ik dan achteraf ook voor beginnen inzamelen ben. En daar was Koen dan ook. Zag ik hem nog een keer terug. Hopla. En ja, we zijn dan op Facebook ook bevriend geworden. Dus ik wil wel een keer uitzoeken dat hij dat nog kan te weten komen. Ja, de luisteraars horen dat nu ook. Hè. Die willen dat ook allemaal weten. Oké, dat wordt een opdracht voor mij. Ja, die luisteraars misschien ook wel weten wie dat Koen precies is, vrees ik. dat hebben we toch al gehoord? Wie dat Koen is? Ja. De geluidsman, hè? De Nee. Ja, maar ze willen weten wie dat juist Koen is. Hoe dat hij eruit ziet en zo. Oei. Straks wordt die man overdonderd. Ja. Dan ga je ook zien welke smaak dat hij hebt. Hè. Ja. Straks op sociale media wordt het nog iets tussen die twee. Heet van de naald.
Dat zo'n Nederland krantje moeten beginnen. Hè. Dat is trouwens, de reden waarom dat ik In de Gloria moeilijker vind om ook zo'n podcast over te maken. Want we zijn natuurlijk soms al een keer aan het nadenken. Stel, want het Eiland is uiteindelijk maar 13 afleveringen. Dus op een gegeven moment gaan onze podcast op zijn. Ja. Welke serie doen we dan? Maar als wij In de Gloria gaan doen, dat is ik weet niet hoeveel locaties. Dus Hij gaat mee slapen, hè, Christophe? Allemaal zitten opzoeken om te beginnen op Google Street View, maar dan een keer naartoe gaan ook en al. Maar we moeten cowboys doen, hè? Cowboys. Oh, dat vind ik nog te vers. Te vers? Ja. Over jaren 5 spreken we nog, maar ik zit er niet in. Nou, nee, hij zit er. Ik heb wel ideeën. Brunhilde doet niet mee in cowboys. Oh. Maar ja, ik heb daar ook nog een leuke anekdote over. Tijdens mijn... Dus voor mijn... Hoe kwam dat eigenlijk? Ja, ik had een clipje gemaakt eigenlijk ook voor een hart voor ALS. En daar hebben... Goh, was nu wat... Maar hij maakt zelf films ook. Wel, ik heb een mooi... Ik moet dat eigenlijk een keer opzoeken. Ik als heb je het al gezien. Dat clipje voor ALS, samen met Philippe Nouts was dat, hè? Met de kunstschilder Philippe Nouts, hebben we een clipje gemaakt voor de ALS-stichting. Ja, ik heb Lucas van den Einde komt daarin. Ja, veel bekende acteurs hebben daaraan meegewerkt. En ik zocht iemand om dat te filmen. En ik ben dan via terechtgekomen bij een jonge gast, Bekim. Door die jongen studeerde eigenlijk nog, maar die wou regieassistent worden. En eigenlijk door dat clipje te doen, is hij aan de praat geraakt met bepaalde regisseurs en acteurs en zo. En die heeft nu echt wel een job gevonden in de regiewereld. En die jongen is mij zo dankbaar daarvoor. Hè. Ik zei, jij doet het. Hè. Ik zei, maar ja, dat zet je door eigenlijk, dat zet je door op die filmsets overal te komen. Heeft dat voor hem wel een mooi einde gehad, eigenlijk. Zeg, jij hebt hier wat gedaan. Dan zijn wij 4 dagen, geloof ik, zijn we rondgetrokken. Als we bijvoorbeeld wisten van, kijk, daar gaat er een bandacteur zijn. Want Jeanne Bervoet is Peter van de VZW in Hart voor ALS. Dus hij heeft daar dan eigenlijk aan meewerkt voor dat wat je hangt te trekken ook. Ze zei van, kijk, ik speel die dag daar en daar gaan er wel... De 10 acteurs tegelijk hebben, dus die moeten gewoon... We hebben het gemakkelijk gemaakt, ze moesten allemaal alleen maar zeggen ik heb een hart voor ALS, dus ze moesten iets instuderen of zo, dus dat ging ook vrij vlug. En dat filmpje is dan eigenlijk wel vrij viraal gegaan, dus dat is wel goed, hè? Ik heb het ook gezien. Oh ja, dus dat was tof om te doen. Dus, dat is mooi. Hij heeft er ook nog aan meegewerkt. Die is ondertussen ook al overleden. Maar dat was wel plezant. Dus kijk, zo zijn dat dan andere dingen die ik aan het doen ben. Hè. Dus ook een beetje in de filmwereld, maar voor een totaal ander doel eigenlijk. Hè. Dus zo blijven bezig. Oké, bij deze hebben we een keer een aflevering een beetje anders gedaan. Hè. We hebben een volledige analyse en ook van zowel van personage als van wie dat erachter zit, van Brunhilde gedaan, van de sales. Merci Rebecca voor mee te doen. Ja, echt merci. Graag gedaan. Nog veel succes verder. Hè? En, ik ga dat blijven opvolgen. Dus, Dat is de max. Dus, misschien ook voor de luisteraars. Iedereen kan ons volgen. We staan op SoundCloud en YouTube en Spotify en iTunes. En waar dat ook een podcast wilt luisteren. Je kunt ons ook volgen op Facebook en Instagram. Dus allemaal doen, zou ik zeggen. Tot de volgende. Doei. Goedenavond. Dag.